En dames en heren, gaan voor de 5 euro per persoon vandaag. Wat tonen we niet voor niks, hè? Pay as you like. We gaan voor de 5 euro per persoon. Dus gaan we dat halen? We moeten met z'n allen gaan we zo'n kwalitatief goede avond neerzetten dat we dat gaan doen. Want het gaat ook over betaalbaarheid vanavond. En wij moeten het ook allemaal betaalbaar houden. En dan houden we erover op. Ik ben Suzanne Hering. Het gaat vandaag over wooncorporaties. Actieplan Wooncorporaties. Het gaat vandaag gepresenteerd worden. Weten wij allemaal wat een wooncorporatie is? Geen vragen? Nee? Heel goed, ja, we zijn allemaal onder elkaar, zo hoor ik dat. Het is de ambitie dat over 20 jaar 10% van de woningen in handen zijn van wooncorporaties. 40.000 woningen zijn het maar liefst. We gaan erover horen, allereerst van de man die daarachter zit. Dat is wethouder Laurens Ivens. En hij gaat ons vertellen wat het idee daarachter is. Laurens, aan jou de vloer. Dankjewel. Ja, applaus. Applaus. Nu al? Ja. Dank jullie wel en leuk om hier te staan en te zien dat we met zoveel mensen zijn. En ik was eigenlijk van plan om vandaag iets te vertellen waarom ik dit zo'n belangrijk onderwerp vind. Wonen is een recht. Het staat zelfs in de grondwet staat wat over beschreven. En dan vind ik het soms heel gek als je dan bedenkt dat wij dat recht, wat we zo belangrijk vinden, dat we dat recht overlaten aan allerlei marktpartijen, dus ook aan marktschommelingen. Of aan corporaties, en degene van corporaties die hier staan, jullie weten het, ik hou van jullie. Maar corporaties zijn ook alweer verzelfstandigde instituties. Weliswaar geen winstoogmerk, maar in de corporatiecrisis hebben we gezien dat het ook dat wel eens mis kan gaan. Zijn het mooie letters die op mijn gezicht staan? Ja, dan doe ik een klein stapje naar voren. Dat is dus gek als wij het wonen zo belangrijk vinden dat we het aan zoveel marktpartijen uiteindelijk overlaten. En dan denk je, misschien moet dat ook op een andere manier kunnen. Dat is voor mij wat eigenlijk de drijfveer is achter de wooncoöperatieven. Waarom we een, in mijn ogen, hoge ambitie hebben gesteld om de komende 20 jaar te gaan bereiken in Amsterdam. Om te gaan bereiken iets waar we eigenlijk allemaal zien waar het nodig voor is. We hebben redelijk recent nog een crisis achter de rug waarin niet gebouwd werd, want de marktpartijen vonden het niet interessant om te bouwen. En de corporaties kregen op dat moment een cadeautje vanuit het Rijk, namelijk de verhuurderheffing, waardoor ze niet meer het vermogen hadden om te bouwen. We hebben een enorme bouwcrisis gehad en we hebben het, lezen daar elke dag nog wel wat over in de kranten. Het tekort aan woningen. Daarna, nu wordt er weer al een paar jaar enorm veel gebouwd. Maar die inhaalslag moet nog gemaakt worden. En de betaalbaarheid, ja, dat is al helemaal in het gedrang gekomen. Dat zijn nou exact dingen die wij kunnen voorkomen als we het niet aan de marktpartijen overlaten, maar als we het proberen in eigen hand te houden. Als we kijken of we coöperatieven kunnen laten samenwerken om daarmee te zorgen dat er geen winstoogmerk is, maar dat het echt gaat om het wonen. Dus ook niet de eigenaar die zijn eigen huis heeft en denkt, ik mag hem daarna doorverkopen. En die dat bijna als een recht ziet. We hebben een hele discussie in Amsterdam achter de rug over erfpacht. Want ja, van wie is die waardestijging van de omgeving en van de woning, is die van de gemeenschap die er met elkaar in geïnvesteerd heeft, of alleen maar van de eigenaar die in het huis geïnvesteerd heeft. Het gekke is dat bijna het hier gezien wordt als een recht om je overwaarde te mogen verzilveren. Ik vind dat vreemd. Het zou toch moeten gaan om dat huis. Dat huis dat daar staat, dat huis dat daar gebouwd is en dat huis waar kennelijk iemand die wil verhuizen afscheid van wil nemen en iemand anders weer iets gelukkigs op kan bouwen. Het moet niet gaan om de waarde van die woning. Het moet gaan om, ja, wel om de waarde van de woning, maar niet om de financiële waarde van de woning. Dat is voor mij de reden waarom ik het zo belangrijk vind om het wooncoöperatief aan de gang te gaan. Misschien zitten jullie daar allemaal niet op te wachten, want ik denk dat een heleboel van jullie gewoon denken ook, ja, een coöperatief, dat is iets, ik vind het leuk om met elkaar wat te starten. Dat gebeurt ook al een tijd in Amsterdam. Ik geloof dat we vandaag ook iemand van de samenwerking gaan horen, die al jarenlang bestaan. Maar we zien ook allemaal wat nieuwere initiatieven die ontstaan zijn de afgelopen tijd. Baaiersdorp, Groene Gemeenschap, zijn er initiatieven waar ik al, toen ik net wethouder werd, 5 jaar geleden al redelijk snel kennis mee maakte.
Maar ook hele nieuwe initiatieven. Nou, Copacabana kan ik al niet meer echt nieuw noemen, maar die is natuurlijk ook veel aan de weg getimmerd. En we hebben de afgelopen tijd als stad hebben we geprobeerd om te kijken, kunnen we ook nieuwe coöperatieven laten ontstaan door zelf grond uit te geven en niet te zeggen, dat moet deze coöperatie inkomen, maar door te zeggen, kijk maar welke coöperatie. Door gewoon het op de markt aan te bieden en daar een, ja, de markt waar alleen coöperatieven in kunnen doen, dus geen winstoogmerken in een rol mogen spelen, maar alleen maar partijen die met elkaar mogen zeggen, ik heb het mooiste aanbod. Of dat allemaal goed gegaan is of niet, ga ik vast vandaag wel wat over horen, want zoiets is altijd wel spannend, hè? Wat zijn de spelregels? Gisteren hebben we Ajax misschien gekeken. Die spelregels kan je altijd ter discussie stellen weer. Eigenlijk hadden ze 1-0 gewonnen toch gisteren? Dat zegt deze zaal wat anders over. Nee, maar die spelregels die bepaal je met elkaar en dan kijk je uiteindelijk wie er aan de slag mag. Dat is nu gelukt bij 2 coöperatieven. Trouwens nog niet gelukt, want ze zijn nog druk bezig. De Warre en de Nieuwe Meent die gaan nog aan de slag. Daar konden we het bij laten als stad. Maar als stad vonden we belangrijk om er een extra impuls achter te zetten. Dat is de reden waarom toen ik nog een periode als wethouder door mocht, 1 jaar geleden, vrij snel daarna Maarten van Poelgeest benaderd heb, die landelijk bezig was met de wooncoöperatief en gevraagd, wil je versnelling erin brengen? Want we kunnen wachten van het ene initiatiefje naar het andere en daar heel veel van leren. En dan, als we de lessen getrokken hebben, dan weer naar het volgende initiatief gaan. Dat maakt niet het tempo waarin volgens mij we een mooie stad gaan bouwen waarin het uiteindelijk gaat niet meer om de winsten die gemaakt worden, maar bij wonen echt een recht is. Dat is voor mij in het kort de achtergrond waarom ik denk dat Amsterdam heel veel meer wooncoöperatieven verdient. Dankjewel. En daar is dus een plan voor gemaakt. Jongens, de avond zit zo in elkaar. Jullie mogen enorm straks aan de slag. Het is 3 keer 1/2 uur. Dus eerst gaan we even met elkaar praten. Met Maarten van Poelgeest ook. Die komt er vast even bij zitten. Maarten, kom erbij. Maker van het actieplan. We gaan even met elkaar praten over de ins en outs van dat plan. Ga even zitten. Van wat is het nou precies? Wat zijn de ambities en waarom? En dan gaan we met jullie in gesprek 1/2 uur. Van oké, dan mogen jullie vragen stellen van jongens, hoe zit dat en dat en dat? En dan gaan we wat voorbeelden horen uit het buitenland. En ook inderdaad de voorbeelden van de coöperaties die al lang bestaan en van nieuwe coöperaties. Maarten van Poelgeest, welkom. Pak een microfoon. Jullie mogen er eentje kiezen, allebei één. Oké, dat actieplan. Die ambitie die ligt hoog, hè? In 20 jaar 10% van de woningvoorraad. Waarom ligt die ambitie zo hoog? Ja, maak ons gek. Heb ik het net nog niet toegelicht? Jawel, maar waarom zo? Waar zo is dit haalbaar? Nee, maar kijk, we hebben de ambitie, hij is echt hoog. Ja, dat, hij is echt heel hoog. En als je gewoon kijkt naar de initiatieven, ik denk dat hier een heleboel enthousiaste mensen zitten die er ook echt in geloven. Jullie geloven erin, hè? Ik zie het. Ik zie allemaal. Ja. Maar er is ook wel wat sceptisch in de samenleving. Ja. We zien bijvoorbeeld in het plan gaan we ervan uit dat we een deel via nieuwbouw gaan doen. Ik kan jullie vast vertellen, we gaan geen oorlogsverklaring tekenen met de beleggers en de corporaties. Want de komende tijd zullen we ze ook nog nodig hebben. Dus niet alle grond gaat alleen maar naar coöperaties. Want de komende tijd hebben we ook nog de andere smaken ergens nodig. Ja. En we hebben de corporaties nodig waar we willen dat ze een deel van het bezit afstaan. Nou, dus die ambitie is best wel pittig. Want daar in al die plekken is nog wel wat skepsis. Maar als je de lat niet hoog legt, dan kom je er nooit. Dan kom je niet. Oké, dat is duidelijk. Dus dat is wel echt in de zin van PR is het heel goed, hè? Om dat even goed hoog te leggen. Van kom op, we gaan inderdaad die 40.000 woningen doen. Oké, dan gaan we aan de slag. Dan ligt die focus, Maarten, ligt op dat, hè, dat staat in het actieplan. Je hebt beheercoöperatie, ja, ga je lekker zitten. Boudewijn, toch? Ja. Boudewijn. Ja, Oosterburgerstraat. Ja, buurvrouw. Die focus ligt op die nieuwbouw, hè? Dat de kavels verworven worden, want je hebt beheercoöperaties, dat je een deel, hè, dat je van de woningbouwcorporatie een deel beheert, hè? Dat kennen we, de halve wereld, WG-terrein doet dat. Hè? Dan heb je corporaties die zelf gaan kopen en huren. Hè? Maar die focus op die dat, dan vraag je nogal wat, hè, van bewoners om zelf te tenderen, mee te tenderen op zo'n kavel, waar marktpartijen al moeite mee hebben. Hoe ga je dat ondervangen? Krijgen wooncorporaties een lagere grondprijs? Hoe ga je ze helpen? Nou ja, het gaat volgens mij niet alleen om nieuwbouw. Nee. Er staan in het actieplan 4 wegen. Mm-hmm. Waarvan ik er van 2 eigenlijk voor de korte termijn het meeste verwacht. Ja. De een is inderdaad
de kaveluitgifte van gemeentelijke kavels. Dat heeft de gemeente wat meer in eigen hand. Hè. En wat Laurens zegt, er zullen ook kavels aan anderen worden uitgegeven. Maar zelfs dan, hè, van die 7.500 woningen die er per jaar zouden moeten komen, is het idee om in ieder geval 500, nou dat zal niet meteen de eerste 2 of 3 jaar het geval zijn, maar om wel naar 500 per jaar te gaan voor wooncoöperatieven. Dus dat moet haalbaar zijn. Mm-hmm. En een andere waar ik wel meer van verwacht, dat zit in zogenaamde ontwikkelbuurten. Ja. Waar iets van stedelijke vernieuwingen aan de orde is. Waarin woningen, meestal van corporaties, ingrijpend gerenoveerd worden. Nou, mensen die daar wonen, die krijgen dan altijd een stadsvernieuwingsurgentie en niet iedereen komt terug. Dus in zo'n grote operatie gaan er ook complexen vrijvallen. Ja. En die complexen die kan je verkopen, maar je kan ze ook ter beschikking stellen van wooncoöperatieven. Ja, en dat doen en ik denk eigenlijk dat in die twee routes, dat daar de eerste tijd de meeste dynamiek zit. Ja, ja. Maar goed, op het moment dat het gewoner wordt en het ook iets makkelijker wordt, heb je ook nog wel kans dat op transformatielocaties, mm-hmm. dat is eigenlijk ook wel een vorm van nieuwbouw, maar dat het daar ook nog wel kan gaan gebeuren. En dat er misschien ook in de bestaande stad groepen zijn die heel graag op een gegeven moment het vastgoed zelf willen bezitten. Ja, dus dan ga je dus inderdaad die trappen op. Maar het blijft gewoon het beheren van je eigen woning of van je met een groep is best al wel een klus. Hè? Is het dan... kijk, je begint met die stedelijke vernieuwing in die ontwikkelbuurten. Dat is al best lastig. Dus een woningbouwcorporatie moet dat dan ook aan die wooncorporatie gunnen? Of hoe gaat dat dan in zijn werk? Even die stedelijke ontwikkeling. Dat is natuurlijk, ik denk waar Laurens op dit moment intensief met de corporaties over praat. Ja. Of ze bereid zijn om een klein beetje ruimte te maken voor wooncoöperaties. Het gaat er niet om dat ze nou, dat enorm is. Hè. Ook daarvan is op middellange termijn de doelstelling, vind ik niet eens overdreven veel. Hè. Moet je ook groeien naar die 500 per jaar. Nou, als je ziet hè, hoe massief gelukkig corporaties in deze stad woningen aanpakken, dan gaat het om een klein deel. En ja, de waarde ook voor zo'n ontwikkelbuurt, hè, als daar 2 of 3 coöperatieven in zitten, is erg groot voor zo'n buurt. Maar daar heeft de corporatie zelf ook belang bij. Merk je bij woningbouwcorporaties, hoe reageren ze hierop? Zijn ze hier enthousiast over? Zijn ze bereidwillig om dit te doen? Om een deel van hun bezit daar aan te geven? Nou, het is interessant dat je het mij vraagt, want er zitten hier een aantal initiatiefnemers in de zaal die daar ervaringen mee hebben. Ja, dus dat is wel interessant om. Maar als ik het zeg, dan. Ik merk bij een aantal. Wij werken al een tijd met een Amsterdams. Hoe noemen wij onszelf? Aanjaagteam coöperaties. Daar zitten 2 corporaties in. Dat zijn Rochdale en De Kei, die daarin meedenken. Nou, daar zie je al dat daar 2 corporaties zijn die wel zeggen: wij hebben het enthousiasme in ieder geval, we geloven er wel in, we willen erin investeren. Maar als puntje bij paaltje komt, is heel veel toch in praktijk heel erg moeilijk. Ja. En daarom ben ik het dus totaal eens met wat Maarten zegt. Kijk, het gaat erom dat er een paar goede voorbeelden moeten komen. Er moeten een paar voorbeelden zijn waarop het kan. De wet biedt nu de mogelijkheden, hè, want de corporatie moet aan heel veel regels voldoen qua wet. De wet biedt nu de mogelijkheden om ook het bezit over te dragen aan een coöperatie tegen een schappelijke prijs. Dus dat kan? Dus het kan. Ja. Nu moeten er een paar stappen gezet worden. En daar, ja, dat is koud watervrees is en er wel. Wie heeft de moed zijn ze in de zaal? Rochdale en De Kei? Ja. Aha, Martijn. Heb jij de moed om het, als jij de eerste stap zet, dan maak je wel een gebaar. Dan doe je een gebaar. Ja. We zijn wel aan het denken aan een aantal locaties, met name in Nieuw-West, waar wij wel de mogelijkheden aan het verkennen zijn. Of we meteen die stap zetten naar een volledige koop, dat goed, moeten we nog onderzoeken wat mogelijk is. Maar we staan er absoluut voor open. Dus zou je deel verkopen aan een wooncorporatie? Ja. En hoe merk je, waar zitten de obstakels? Waar zijn mensen bang voor? Nou ja, we moeten het goed kunnen uitleggen aan de autoriteit wonen. Van, ja, het is echt wel korting wat je geeft. Ja. Dat is een van de grootste hobbels. Kijk, wij zijn op zich heel enthousiast over het idee van collectief wonen. En daar willen we echt wel ruimte voor maken. Want wij zien ook wel in die ontwikkelbuurten dat het belangrijk is voor bewoners om samen elkaar te vinden. En daarmee die positieve dynamiek in de wijk te brengen. Ja. Op die manier? Op die manier kun je dynamiek in de wijk beginnen. Want ik wil even vragen aan mensen in de zaal. Wie zijn al met een man of 20 bezig en zijn al helemaal in de sfeer en de ideologie om een wooncorporatie te beginnen? En waar komt dat vandaan? Iemand, ja. Waarom? We zijn bezig met een wooncorporatie voor docenten en leraren in Amsterdam. Echt? Het Wijshuis. Het Wijshuis? Ja. En met hoeveel leden heb je al?
Ja, we hebben nog geen leden, het is nog in oprichting. Ja. Maar we hebben nu 75 tot 80 mensen die geïnteresseerd zijn. En wat hoop je deze avond van deze heren te horen? Hoe we het gaan doen en op welke plek we kunnen beginnen. Ja, precies, kom maar door met de plekken. Want ik heb een belangrijk onderdeel van deze avond nog niet genoemd. Want we eindigen al om 9:30 om met bier heel veel te gaan netwerken. Dus dan kun je... Dan is meneer Iwens er waarschijnlijk ook nog wel. Ja. Nee, deze microfoon is van mij. Erik van der Putten. Erik van der Putten. Ik ben de voorzitter van het platform. Van het platform van woningcorporaties. We hebben inmiddels zo'n 15 leden. En daar zitten twee leden tussen die inmiddels bezig zijn met een tender. En de 13 die staan te trappelen. Oké, okay, die willen echt tenderen. En die willen echt, ja, die willen echt meedoen met een coöperatief. We hebben ook al een paar gesprekken gevoerd. En met de wethouder en met Maarten van Poelgeest. Prachtig actieplan, maar er moet nog wel heel veel ingevuld worden. Er moet heel veel ingevuld worden. Dat is ons commentaar. En als mijn coöperatief heeft overigens een paar jaar geleden ook al met 6 corporaties in Amsterdam gesproken. 4 hadden geen zin, 2 wel, die waren ook net over het vloedwicht gekomen. Maar met Rochdale hadden wij 1,5 jaar geleden gewoon met Martijn een gesprek over de vraag of wij niet in een bepaalde tender ook van de corporaties medewerkers zouden kunnen krijgen bij de doorstromen van sociale huur naar middeldure huur, waarbij de corporatie ons wat zou meegeven omdat ze huurruimte vrij zou krijgen. Het antwoord moet ik nog steeds krijgen van hem. Ja, maar dat wordt lastig. Maar wat is even voor jou nog een belangrijk punt? Want de actieplan gaan we al vragende wijze steeds verder uitvouwen. Ja. Dat mensen ook doorkrijgen wat staat er nou eigenlijk in. U heeft het actieplan helemaal doorgespit. Ja. Waar zit het één kort ding waarvan je denkt, daar moet direct wat aan gebeuren? Dat is de financieringsmogelijkheden vanuit de gemeente. 1/2 de tenders. Oké, okay, dat is duidelijk. Ja, dat is duidelijk. Dat heb ik ook gelezen. Ik kom zo bij u. De financiering is mogelijk, want ik zag aan het eind van het actieplan inderdaad. Want ik heb er volgende week komt op AT5 komt bij Bouw Woon Leven een hele aflevering nog over wooncorporaties. En ik heb daar mensen van het Baarsdorp gesproken. Het is de financiering. Dat is een probleem. Jean daar zal daar ook, kan daar ook veel over zeggen. Maar die, de achtervang van de gemeente, dat staat ook in. Een van die dingen die moeten gebeuren, dat als je een wooncorporatie bent, dat er een soort achtervang is. Dat je geen ouders hebt die je kunnen redden. Maar dat de gemeente eigenlijk als ouders, hè, dit is jouw wens, dat daar toch iets concreter komt. Wanneer komt daar uitspraak over? Dat je wooncorporatie is echt een beetje die duw geeft, want het is echt een probleem, die financiering. Nou, ik denk dat wij dat in januari aan het college voorleggen. Ja? En hoe lang zij er dan over doen, dat weet ik niet. Maar er is dus wel een pot, daar moet een pot geld voor komen. Nee, dat hoeft denk ik niet. Kijk, nou, financiering begint eerst bij de waarde. Ja? Dat is een beetje het punt wat Laurens ook in het begin maakte. Mm-hmm. En daar zit veel ongemak. Ja. Omdat, ja, het is maar net, wat is nou iets waard? Hey, is dat wat de gek ervoor geeft? Ja, dat is het systeem wat we nu hebben. Dat noemen we marktwaarde. Marktwerking, is het niet meer? Hey, dat is gewoon wat de gek ervoor geeft. Ja. Ik heb iets te kopen en ik kijk gewoon wie het meeste biedt. Of is het het waard wat mensen kunnen missen die erin gaan wonen? Ja. En dat laatste is natuurlijk een heel ander waardebegrip. En daar raakt dit aan. En de stelling is dus dat het waard is wat mensen kunnen missen. Ja, ik vind het nog een beetje abstract. En dat betekent dat als ze lage inkomens hebben... Dan is het dus. Dan is de waarde lager. Mm-hmm. Ja, want dan kunnen minder missen. Als het middeninkomens zijn, dan zal de waarde iets hoger zijn. Maar het is dus afgestemd en dan wordt het technisch op wat de netto huurstroom is. Okay, dus mensen betalen huur. Ze moeten wel sparen voor het onderhoud en het beheer. Ja. En dan blijft er iets over. En ja, dat kunnen ze aan een eventuele lening besteden. En dat is het. Dus op die manier is dat maatwerk. Maar in januari gaan jullie daar. Ik denk dat dit ook een beetje de discussie en met corporaties is. Ja. En misschien ook deels met de afdeling grond in Amsterdam die denkt wij willen alles op de markt brengen voor de maximale waarde. Ja. Ja. Want je ziet dus daarvan af en je stopt eigenlijk iets van maatschappelijk kapitaal terug in de wooncoöperatie om lagere huren mogelijk te maken. Ja. Nou, dan moet je wel de zekerheid hebben dat mensen niet privé met dat kapitaal er vandoor gaan. Hè. Dat lijkt me heel legitiem. Dat vindt ook, platform vindt dat ook. Hè. Er moet een duidelijk slot op de deur zitten. Nou, op het moment dat dat zo is, hè, geeft het je de mogelijkheid om voor in de verre toekomst een beetje uit dat systeem te komen. Hè, wat Laurens al in het begin zei, van alleen maar marktwaarde. Ja. En dat is denk ik ook voor de Amsterdamse woningmarkt heel goed als er een segment is wat zich daaraan kan onttrekken.
Ja, maar dat moet een mega doorbraak worden, omdat alles gaat marktconform. Ja. En deels heeft de gemeente dat zelf in de hand. Ja, als het gaat om de uitgifte van nieuwe kavels. Maar deels is zij daarvoor afhankelijk van corporaties. Ja. Of die daar ook in mee willen of niet. Ja. Corporaties hebben op dit moment een enorme berg aan maatschappelijk kapitaal. Ja. Want die houden terecht huren laag. Ja, precies. En het vraag is dus of ze een deel van dat maatschappelijk kapitaal willen afstaan aan anderen. Ja, dat zijn de corporaties. Dus ik zou zeggen, het gaat om de democratisering van maatschappelijk kapitaal. Dat zijn de corporaties. Maar als het gaat om nieuwbouw en tenders, dan gaat het ook om financiering vanuit de gemeente. Ja. De corporaties en de gemeente. Kijk, als je het goed bekijkt, dat plan van ons, dat bevat niet dat wij allemaal marktwoningen gaan opkopen. Want dan heb je inderdaad geld nodig. Ja. Want dan moet je dat gaan afboeken, wat daar de marktwaarde is. Dus als wij vandaag op Funda gaan kijken en iets gaan kopen van Funda, dan wordt het hem niet. Dan is er heel veel geld ergens voor nodig. Waar we ons op richten is op waar we nog wel iets met elkaar op een of andere manier in handen hebben. Precies. Nou, met de corporaties al, hè, we hebben het net even genoemd, de autoriteit woningmarkt, die het ook niet, of autoriteit woningcorporaties heet die, die het ook niet allemaal even makkelijk maakt. Wel terecht dat er iemand een beetje toekijkt dat de corporaties het goed doen, maar dat is niet altijd makkelijk. Maar daar zit maatschappelijk kapitaal. Ja. De enige vraag is, hoe zet je het in? Laat je de corporaties zelf doen of laat je dat een coöperatie doen. De andere kant is, wij zijn in Amsterdam in de redelijk gelukkige omstandigheden dat de meeste grond nog in handen van de gemeente is. Precies. En daar kan je dus ook wel mee. Dat hebben we natuurlijk gezien met de twee gronduitgiftes die we al gedaan hebben recent. Ja. Daarin zie je dat we gewoon van tevoren een vaste prijs hebben afgesproken wat een woning voor de grond moet gaan opbrengen. Dus en dat we niet wat lager dan de marktwaarde. Ja, dat is logisch. Met elke eis die je stelt, wordt je grondwaarde lager. Ja. Ja. En in de hoop dat dat realistisch is. Ja. En dan is het aan de initiatiefnemers zelf om voor dat deel wat daar nog aan financiering nodig is, om daar dan een financierder, oftewel een bank, voor te vinden. Maar dan, je moet eerst zorgen dat de waarde gewoon reëel wordt, precies, want dan is die bank te vinden. Ja, daar gaan we straks ook meer over horen. Er zijn, hè, vooral Duitse banken zijn er te vinden. Is er meneer van de Rabobank er ook trouwens? Die was er vorige keer ook. Nee? Oké, dus op die manier. Dat was heel populair. Ja, de Rabobank zou dat ook. En de ABN AMRO doet het ook inmiddels al. Dus dat is echt heel erg aldoende kijken wat er allemaal zou kunnen komen. Wat ook mijn indruk een beetje is van wooncorporaties. En wat ik altijd met mijn huisgenoten bespreek. Van, is dat niet ook al een beetje gedaan in de jaren 70 of geprobeerd? Hè, is het niet oude wijn in nieuwe zakken? En is het niet toch proberen dat. Dat gevoel, dat is toen ook niet echt goed gelukt. Hè? Is het nou iets waarvan je denkt. Er zijn natuurlijk allemaal verschillende vormen van wooncorporaties. Dat snap ik ook wel. Maar is het nou echt waar je een groot deel van de woningmarkt betaalbaar mee maakt? We hebben toch ook de partijen die dat zelf zouden moeten doen. Is dit nou echt de oplossing om woningen betaalbaar te houden? Nou, ik zou nooit zeggen dat het de gouden sleutel is. Nee. En er moeten veel meer dingen gebeuren. Ik geloof dat deze stad gezegend is met een hele grote corporatievoorraad. Ja. En die moet ook echt blijven. Ja. Dus het is niet of-of. Nee. Het is eerder en-en. En als je naar het buitenland kijkt, nou ja, in Zwitserland, Duitsland, is het percentage wat in de vorm van wooncoöperatieven is groter. Ja. En daar kan het wel. In Amsterdamse verhouding, kijk, die 10% is denk ik inderdaad behoorlijk ambitieus. Maar dat is ook echt lange termijn, dat duurt nog wel een tijdje voor je daar bent. Ja. Maar zelfs als je dat realiseert, zal nog steeds, denk ik, 40%, 45% corporatiebezit zijn. Dus zal het nog is steeds een behoorlijk percentage beleggershuur zijn. Heel veel individuele koop, dat blijft ook allemaal bestaan. Ja, maar dat is helemaal niet slecht, hè? De woningmarkt moet uit zichzelf ook echt verschillende segmenten kennen. Ja, en dit alleen deze ontbreekt. Dit is een toevoeging. Nou wil ik iets vragen. De tenders. Want ik heb mensen geïnterviewd voor het programma en die zei van, als één ding, dat tenderen, dat is te heftig. Dat gaat vanavond worden de kavels uitgereikt. Ja. Ja, daarom is iedereen ook gekomen. Wat zij zei, Marijn zit daar maar van Femke van Bijzorp, zei van, en die hebben niet hoeven tenderen in die zin, maar die zei van, als je dat er nou eens tussen uithaalt en zorgt dat er een groep mensen komt. Ja. Nee, reageer maar. Want nou, dat is een beetje stel partijen ook. Dat je 10 kavels hebt en er zijn 20 initiatieven. Hoe gaan we dat dan doen? Ja, maar het tegen elkaar opbieden. Nee, er wordt niet het niet bieden. Het gaat niet om het geld. Nee, dat snap ik. Kijk, we zien heel veel fantastische initiatieven, maar uiteindelijk
wil je weten of het initiatief het gaat halen. Dus of het ook echt een kans van slagen heeft. En wat zijn de criteria dan? Wil je dan het mooiste initiatief? Nou, dus er kunnen een aantal initiatiefnemers veel meer vertellen over waarom zij het gered hebben. Maar waar het om gaat is, inderdaad, je wil uiteindelijk dat het juiste initiatief daar op de grond aan de slag kan. Maar ik vind juist het charmante eraan, ik gebruik ook liever het woord tenderen niet, want het klinkt alsof we het heel erg op de markt zetten, of de hoogste bieder gaat bepalen. Precies. Het gaat niet om de prijs, het gaat er gewoon om het mooiste initiatief wat het meest kansrijk beoordeeld wordt. Als we dan zeggen, ik zei het even in mijn begin al, hè, als we dan zeggen dat het allemaal goed is gegaan, nee, we hebben wel gezegd, we gaan na die twee uitgiftes ook even evalueren wat er wellicht beter kan. Ja. Want ik vrees ook dat we moeten waakzaam zijn dat er niet een enorme gronduitgifte bureaucratie gaat ontstaan. Nee. Want daar zitten we allemaal niet op te wachten. Nee, want één ding moet duidelijk zijn, het actieplan is niet af. Hè. We zijn nog heel veel dingen aan het bekijken. En dingen. Je zou ook kunnen bedenken, van, ik heb 20 stukken grond, 20k, stel dat je dat hebt. Ik kies 20 hele leuke initiatieven uit en ik geef het gewoon. Of ik geef het, ik laat ze dat. Maar dat is, als jullie mij de beste jurylid vinden, dan zou dat heel interessant zijn. Word ik heel populair waarschijnlijk. Dat dan weer wel. Dat is dan wel even mooi. Daarna ben ik helemaal niet meer populair. Nee, maar het is in onze samenleving best normaal dat je van tevoren ergens spelregels over afspreekt. En dat je dan wat dat betreft gaat doen in het spel. Wie gaat er uiteindelijk met de winst ervan door? Het enige grote probleem is dat er is heel vaak gericht op geld. En dat doen we hier dus juist niet. Nee, maar dat was niet op geld. Nee. Misschien om een deel van het probleem van die tender op te lossen. Groepen mensen die zeg maar als wooncoöperatie bezit over willen nemen van corporaties, die kunnen €5.000 krijgen van de corporatie om een plan uit te werken. Zou zoiets voor mensen die groepen die willen meedoen aan een tender niet ook een oplossing zijn om in ieder geval die advieskosten die je moet maken, zeg maar, om überhaupt een begroting te kunnen maken, om fiscale dingen uit te zoeken, gewoon om een beetje een idee te krijgen van hoe kan zo'n plan eruit uitzien, dat je in ieder geval de kosten die je maakt als bewonersgroep ergens van kan betalen. Startkapitaal. Nou, volgens mij raakt dat toch een veel breder probleem. Hè? Dat is... Dit document is heel erg vanuit het systeem, hè, dat actieplan. En allemaal dingen die moeten veranderen institutioneel. En dat is ook echt nodig om belemmeringen weg te nemen. Maar goed, het is evenzeer nodig om het initiatief van onderop ook te steunen. En er zitten hier allemaal actieve mensen die graag zoiets beginnen. Maar ja, deze zaal is met 2 of 3 coöperatieven klaar. Dus als wij het hebben over de ambities die in het actieplan staan... Dan gaat het veel verder. Ja. Als je inderdaad op die 500 per jaar komt, dat zijn 10 groepen, elk jaar weer. Ja. Dus er moet ook veel meer een soort infrastructuur ontstaan, waarin van onderop die beweging ondersteund wordt. Ja, dat snap ik. En daar hoort dit ook in. Hoort hè? Dat ook bij? Want het is inderdaad waar, dat hoe die tenders nu zijn ingericht, dat is wel een heel moeilijk examen wat je moet afleggen. Ja. Dus daar zal ook iets aan moeten worden veranderd. En mensen kunnen zeker als ze beginnen... heel moeilijk wat geld bij elkaar krijgen om inderdaad studies te laten verrichten. Maar zou het een idee zijn? Zou het een idee maar het zijn? Is niet, ik maak het expres even wat breder, want het is niet geregeld met 1 maatregel. Nee, maar ik denk dat die beweging van onderop, die heb je echt nodig. En dan moet je veel meer doen dan alleen dit. Oké, maar dit onder andere ook. Ja. Want Jandar, jij bent van de war, wil je even staan? Jij hebt de tender gewonnen. Wat je hier hoort, dat veel meer die steun van onderop. Heb jij dat gemist? En hoe zou dat ook met zo'n beginkapitaal geholpen zijn? Of wat had je nog meer nodig? Nou, die 5000... Hoi allemaal. Die €5.000 die zit er wel in. Dus als je alle 3 de tenders die meegedaan hadden, die waren allemaal levensvatbaar, financieel haalbaar en hadden eigenlijk een goed plan. Dan heb je nog de categorie wie is het leukste en het mooiste. En die, toen kregen wij dat toevallig, had ik wel hard gewerkt. Degene die niet gehaald hebben, die krijgen daar dan wel een vergoeding voor kosten gemaakt. Okay. Dat is heel weinig. Maar het is wel echt een mega-examen. Vooral voor mensen die eigenlijk nog nooit zoiets gedaan hebben. Beginnende gewoon burgers die enthousiast zijn. En je loopt wel enorm het risico dat je echt totale kapitaalvernietiging doet als je iedere keer mensen, in ons geval, 6 maanden laat knokken en werken en het dan niet worden. Dat is best wel heftig, ook omdat er dan niet een tweede kavel beschikbaar wordt. Dus dat gaat misschien op de lange termijn wat minder erg worden. Maar het zou veel beter zijn als we aan het begin een kleiner examen doen, die toets van haalbaarheid vlot gedaan wordt, zodat je daar een sifting in hebt. Dus iets kleiner, simpeler examen.
zodat je veel eerder in het proces weet van, nou oké, wij doen niet mee aan deze, we wachten nog 2 maanden, we doen mee aan die volgende. Ja, die vereenvoudiging, want marktpartijen, architectenbureaus die tonnen uitgeven om mee te doen aan een tender en dan weer teruggestuurd worden, dat zijn professionele partijen, die hebben dat risico gedekt. Bewoners, burgers dus niet. Dat vereenvoudigen van het begin. Examen. Ja, hard nodig dus, daarom zeg ik. Hè, we moeten voorkomen dat uiteindelijk een hele bureaucratie eromheen gaat. En ik vond het zelf, ja, ik zie het dan van een wat afstandje, hè, want ik was niet zelf de jury. Dus ik mocht op een gegeven moment inderdaad de Warren als eerste dan feliciteren dat ze hem gewonnen hadden. Maar het had bij mij ook wel een beetje een gekke smaak, want ik denk, ja, daar staat hier nu de Warren tegenover me. Ik weet niet wie de tweede en derde geworden zijn, maar ik weet wel dat het ook initiatieven waren die kansrijk waren. En eigenlijk, ja, die naar huis gestuurd. Ja, die stuur je naar huis. Die hebben hard gewerkt. En die hebben we niet gehad. En ik geloof dat bij de nieuwe gemeente zelfs 4 partijen waren die een kwalitatief goed verhaal hadden. Dus dan moet je er 3 teleurstellen. En dat is natuurlijk het wrange. Dat was voor mij overigens wel de reden om ook te zeggen, we kunnen een tempotje erbij doen. Want ja, nou, ik weet niet of het 5 verschillende initiatieven zijn, maar in ieder geval 5 keer is er een initiatief teleurgesteld die een goed verhaal had en levensvatbaar was. Dan even antwoord op de vraag, want professionele partijen hebben dat ingecalculeerd en die tenderen de hele dag door en dat gaat maar door en die lopen ook teleurgesteld naar huis. Maar nogmaals, ze hebben dat ingecalculeerd. Dit zijn mensen die hun eigen spaargeld en bewoners... Maar er zijn 2 dingen die gebeuren. Eén, maar kan het vereenvoudigd worden? Eén, het moet niet ingewikkeld worden en dus we moeten kijken of het eenvoudiger kan. Ja. Daar ben ik het absoluut mee eens. Okay. Twee is, deze initiatieven die het nu gewonnen hebben, dit is bij mijn weten de eerste keer dat een gemeente een grond uitgeeft aan een coöperatief in een competitieve vorm. Ja. Dus daar zijn geen ervaringen bij. Dit zijn wel pioniers. Ik hoop wel dat de pioniers voor een deel ook de weg vereffenen, vrijwaren voor degene die daarna komen. Komt bijvoorbeeld de zoektocht naar de bank, die hoor ik constant vanuit alle initiatieven. En op een gegeven moment zullen de banken toch echt wel het gehoord hebben en is het hopelijk makkelijker. En dat gaat bij deze initiatieven die nu bezig zijn aanzienlijk moeilijker dan de rest. Dus ik hoop dat vooral dat biertje van beneden voor al die initiatiefnemers is heel belangrijk, want je moet wel met elkaar weten te vinden dat we niet allemaal het wiel uitvinden. Nou, ik weet toevallig dat Chanda al tot volgend jaar april is volgeboekt met afspraken. Nee. Nou, ik hoorde dat van Baaiersdorp, waar ik gefilmd heb, die zei van, ja, we willen heel graag met Chanda praten, want die heeft heel veel ervaring. Maar ja, die jongen zit chockvol met afspraken, want iedereen wil met hem praten. Je kijkt nu wel heel relaxed, maar volgens mij zit je tot over je oren in het werk. Nou, we nemen nu zoveel als dat kan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en proberen mensen te helpen. Maar ieder uur wat we nu in de maatschappij steken, steken we niet in ons eigen project. Dus dat duurt gewoon nog heel eventjes. Maar op termijn gaat hier heel veel kennis natuurlijk gedeeld worden. Ook volgens mij wordt er straks nog gepresenteerd over methodes om dit aan de gang te krijgen. Woon, de wooncoöperatie guru Clemens Mol. Daar is hij. Ja, die gaat dat ook allemaal. Ja, die pakhuis gaat het ook doen. Die bestaat en die moet je gewoon bellen. Clemens, jou kun je altijd bellen. Hè? Clemens kan volgende week niet meer zonder bodyguard over straat, want dan is hij alleen maar op AT5. Daar legt hij ook nog eens even uit. Maar Clemens, die obstakels, want je hebt vorige week weer zo'n vergadering gehad. Wat merk jij bij de initiatieven? Wat merk jij als de grootste obstakel? Als grootste obstakel, nou, we hebben het al gehoord, grond en geld. Ja. En natuurlijk moeten initiatieven hard werken om hun organisatie op orde te krijgen, om een visie te presenteren. Visie kan voor een groep ook best uitdagend en moeilijk zijn. Ik bedoel, die hobbel moet je nemen, dat is jouw verantwoordelijkheid. Maar de moeilijkheid die initiatieven bij Nederlandse banken hebben, ja, daar schrik zelf ik van. Ja, ik weet dan toevallig een Duitse uitweg. Ja. Maar die gebruik ik ook graag. Ja. Maar ik begrijp ook dat als we dit breed moeten maken, dan moeten veel meer banken zeggen van, we gaan het doen en we staan hier achter en we nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dus die lobby met de banken moet even geregeld worden, want anders zitten we heel de tijd maar van, ik wil mijn fiets terug als je in Bonn staat met de bus. Maar jij gaat regelmatig naar Bonn, hè, om te kijken naar corporaties. Nou, ik adviseer eigenlijk iedereen van, als je naar Duitsland of Oostenrijk of Zwitserland op vakantie gaat, zoek even waar de coöperatie in de buurt zit. Ja. Kun je ook zelf kijken. Ja. Uh,
gewoon, laten we zeggen, jezelf uitdagen met ideeën. Kijken hoe anderen het doen. Dat is gewoon heel leerzaam. Ja. En dat inspireert gewoon. Je kan dus met Clemens mee met de bus naar Bonn. Ja, ik kom zo bij je. Want ik wil even naar Tineke. Tineke Loepie. Jij zat bij Platform 31. Je hebt ontzettend veel onderzoek gedaan. Je zit nu bij de gemeente Almere. De perfecte plek om wooncorporaties te beginnen, volgens mij. Ook. Ja. Ja, ik kwam er net langs. Ik kwam met Schiermonnikoog op het oog, namelijk met de trein. En kwam ik langs Almere. En toen zei mijn zoon, hier wil ik best wonen. Dus ja, echt waar. Maar Tineke, even over die kennis. Want jij hebt er onderzoek naar gedaan en je weet er heel veel van. Want er zijn zoveel mensen die hier opduiken. Van ik ga een overkoepelende organisatie regelen. Ik ga die kennis delen en dat soort dingen. Maar hoe kun je dat nou het best doen zonder dat het even structureel wordt? Volgens mij moeten we al die initiatieven die er zijn aan elkaar verbinden. We hebben natuurlijk als platform destijds heel veel rapporten opgeleverd. Die zijn nog steeds wel vindbaar. Maar goed, het is heel veel papier. En wat je vooral nodig hebt is iemand zoals Clemens of mensen die samen met hem werken. Die jou door dat papier heen helpen en jouw initiatief daarin gaan passen. En ik zie nu dat iedereen nu heel graag wooncoöperaties wil ondersteunen. Hartstikke fijn. Ga dat vooral samen doen en ga er ook elkaar niet in concurreren. Ja, dat hoorde ik wel van Melle Koch. Ik weet niet of Melle hier is, van Nieuwe Hof. Die komt ook in de uitzending voor. Hij zei één ding, dat opbieden tegen elkaar, dat vond hij onaangenaam. Ze hebben met heel veel tennis meegedaan. Voel jij dat ook als een obstakel of denk je van niet zo moeilijk doen? Je bedoelt in de tenders tegen elkaar opbieden. Ja, nee, dat snap dat heel erg lastig is. Wat ik vooral bedoel, je ziet nu een sector ontstaan van mensen die denken, wooncoöperaties, daar kan ik ook geld mee verdienen, want ik kan die mensen ondersteunen. Er zijn ook mensen die zeggen dat ze professioneel een wooncoöperatie ontwikkelen. Kan je allemaal wel doen, maar uiteindelijk gaat het om die mensen zelf. En ik denk dat alle initiatieven die er zijn om initiatieven te helpen, ze bij elkaar moeten gaan zitten. Ja. En dan inderdaad kijken, want er valt een slag te slaan in die professionalisering. En daar gaan we het straks ook over hebben met de samenwerking van hoe professioneel moet en kan het worden. Hè? Want wat ik ook een ding vind, is natuurlijk de community. Hè? Je moet een soort, wie zei dat nou? Zei jij dat, Clemens? Ja, jij zei dat. Je moet wel, ik bedoel, iedere groep kan het zijn. Of het nou neo-hippies zijn, ik zie weinig neo-hippies. Neo-hippies of kakkers of dijkers, het maakt niet uit. Maar er moet zo'n community gevoel zijn. En dan krijg ik een beetje de kriebel van een zithoek en een, het faillissement van collectieve ruimte. Dus ik heb Han-Michel gesproken. Je zei, jongens, die collectiviteit, het is echt voorbij. Maar, nou ja, bij hem misschien, maar de 60-plus generatie. Maar die community feeling, is dat echt een voorwaarde voor zo'n groep? Nou, we hadden het net over Duitsland, over die rare Duitse bank. Ja. En het is misschien wel leuk om één ding te vertellen, één citaat. Ga even staan. Okay. Voor een citaat moet er altijd gaan staan. Oh, jij mag de microfoon. Nou, we hebben aan die meneer... van de Duitse van die bank die wooncoöperaties financiert, die hebben we gevraagd van hoeveel zijn er dan failliet gegaan. En toen zei hij geen. Want op het moment dat de pleuris uitbreekt en er is gewoon een gemeenschap die wil dat initiatief redden, die gaat ervoor vechten. Dus wooncoöperaties zijn een hele veilige investering, daar staan we voor. Nou, toen dacht ik van, kijk, dat is de kern van een gemeenschap. Dat je samen problemen kunt oplossen. En dat moet je niet alleen maar doen op het moment dat die problemen er zijn. Dat is ook iets hoe je als gemeenschap samenleeft. Het hoeft geen woongroep te zijn. Dat kun je ook met een complex doen. Veel breder. Op die manier verantwoordelijkheid nemen. En nou ja, dat is de wooncoöperatie, denk ik. Nou, fantastisch. Heel mooi. Oh, ik krijg in één keer twee. Maar dan krijg ik ook toch nog een beetje jeuk. Ja, u zat er. Ik blijf een beetje jeuk houden bij het gemeenschapszin en dat je met elkaar dan moet redden. Want daar gaan we het ook over hebben. Ja, je zit te lachen. Maar ik krijg overal een beetje jeuk van die cooptatie. Ik heb ook het gevoel, hè, ik ken mensen die op dat WG-terrein wonen. Ik heb mensen bij de halve wereld. Een vrouw die er al 30 jaar woont. Die zegt, het is één grote inteelt geworden. De mensen die daar begonnen... Die wonen nog met een kip op hun appartement en die zien helemaal niemand meer. Er wordt niet meer gebruik gemaakt van de gemeenschappelijke ruimte. Ja, iedereen gaat nu huilen, maar dat is echt wel een beetje wat daar gebeurd is. Hè? Dus en in die zin, in hoeverre is dat duurzaam? Hè? Dat gevoel van die groep die het allemaal samen moet redden. En ook dat het een beetje exclusieve clubs zijn. Hè? Kinderen van de leden kunnen erin. Nou weet ik dat het in het actieplan, ja, zusjes, kinderen, echt... Ja, samenwerking. Ja, dat is, ik vind dat, daar word ik een beetje kriebelig van. Nou staat er in het actieplan wel dat geëvalueerd wordt, hè, dat cooptatie
verhaal. Dat het geen exclusieve clubs worden waar alleen maar dezelfde Dit is en blijft natuurlijk een ingewikkeld vraagstuk. Want ja. De kern van een coöperatie is dat ze coöpteert. Ja. Dus dat moeten we ook niet willen ontkennen. Maar. En het is wel zo dat als er maatschappelijk kapitaal in zit, we houden de huren niet laag voor mensen met een hoog inkomen. Dus er zitten wel beperkingen in. Maar ja, het blijft een kleine gemeenschap die zelf bedenkt met wie wil ik wonen. Ja. En dat is ook de reden waarom het misschien niet 50% van de woningvoorraad moet zijn. Maar dat het misschien beperkt moet blijven tot die 10%. Tot die 10%, oké. Nee, je hebt weer gerust gezegd. In andere delen van de woningvoorraad gebeurt het anders. En ik denk, maar dat heb ik al eens eerder tegen Erik gezegd, het is ook een verantwoordelijkheid voor die sector zelf, om te laten zien dat ze zich de rekenschap van geeft dat er heel veel mensen zijn in Amsterdam die hier willen wonen. En dat, nou ja, goed, dat is ingewikkeld, maar dat het niet alleen maar exclusief is voor ons kent ons. Ja, ja, ik weet het, Boudewijn, ik hoor het al. Hier is een vraag. Ik vind het heel mooi inzien, maar ik heb een vraag aan de wethouder met het CPO-beleid. Want die staan steeds met een groep ingeschreven al 5-6 jaar op een kavel te krijgen en die krijgen we dus niet. Dus ik vind het heel bijzonder dat jullie niet terugkoppelen naar de ervaring met het CPO-beleid. Dat had je een hele bureau voor bij de gemeente, mensen ingeschreven met groepen. Je hebt ook alle dingen doorlopen en dan werd je ook weer afgewezen. Wat is nou de verhouding met het, ga je het CPO-beleid helemaal afschaffen of hoe zit dat nu? Volgens mij moet je wooncoöperatie worden, volgens mij maak je dan weer kans. Nee, ik ga niet opnieuw de dingen bedenken. Nee, maar concrete vraag. We hebben al een tijd geleden onder mijn voorganger als wethouder bouwer, die zit toevallig naast mij, is de gemeente Amsterdam begonnen met zelfbouw en heel veel inzet op zelfbouw. En dat is vaak het standaardbeeld wat je ziet, is die ene woning die je voor jezelf bouwt en daar zelf ook gaat wonen. Dat was de smaak. Ja, dit is een dat, was de zelfbouw wat je het meeste zag, maar dat is de afgelopen jaren steeds meer ontwikkeld naar die grondgewonde woning. Die bouwen we überhaupt wat minder in Amsterdam waar die grond schaars is. Dat is steeds meer verworden naar het CPO. Daar is dus weer een smaak bijgekomen van de wooncoöperaties. Ja. We proberen nu bij die wooncoöperaties nog weer een extra versnelling in te bouwen. Maar ondertussen gaat het zelfbouwen en het CPO ook nog steeds gewoon door. Oké, dat is heel helder. Nog meer vragen? Ik heb 2 microfoons. Jullie krijgen er weer eentje terug, want anders word ik een beetje... CPO, ja, collectief particulier opdrachtgeverschap. Dus dat is groepen. Ja, ik haak ook een beetje in de war, want je hebt ook nog mede opdrachtgeverschap. Je hebt, het is allemaal ontzettend leuk. Maar we hebben het gewoon vanavond over wooncorporaties, want we gaan het gewoon gezellig allemaal met de groep doen. En het is inderdaad goed dat 10% blijft. Hier een vraag. Ja, ik ben Mieke Weterings, ik werk in Den Haag. Mieke werkt in Den Haag, jongens. In Den Haag. Dus ik heb 2 vragen voor bekende, succesvolle politici. Ja. Om ook wat invloed uit te oefenen landelijk. En de eerste vraag die gaat over, we hebben in Den Haag een heleboel bestaande coöperatieve verenigingen die het heel moeilijk hebben. Die kunnen niet mee profiteren van nieuwe leuke rondjes, zal ik maar zeggen. Maar die zouden erg gebaat zijn bij een betere financiële, dat de autoriteit financieel zeg maar meer toestaat of dat die banken, dat er meer banken beschikbaar komen. Dat het ook landelijk geregeld wordt. Want in Den Haag heb je de Daan Roggeveenstraat. Hè? Dat is een nieuwe gevormde woonvereniging trouwens, geen coöperatie. Maar het gaat erom dat er in het verleden coöperaties gevormd zijn. Toen hadden ze meerdere keuzes in banken, maar die zijn allemaal verloren gegaan en nu hebben ze problemen. Oh, dus daar zou je wat Frank voor kunnen doen. Omdat ook, we willen ook niet dat iedereen die nu de Duitse weg vindt, straks ernaast schrijft als die ene bank straks iets heeft. En de volgende vraag? De tweede vraag is, dat ik ben zelf erg enthousiast over beheercoöperaties. Dan zou je woningcorporaties of beheerders willen hebben, zeg maar, of eigenaren willen hebben die dat goed kunnen. Ja. En door het stelsel landelijk betekent dat je dan in ieder woonruimte, ieder woonverdelingsgebied, zou je dan zo'n beherende corporatie of eigenaar moeten hebben. En dat is een beetje gekkigheid eigenlijk. Zou je er wat aan kunnen doen? Dat zo'n voorbeeld als wat we in Gelderland hebben, dat er daar een paar van zijn in Nederland, waardoor woningcorporaties, die welwillend zijn, hun pand daar een soort in... Dat is ook iets wat al gezegd is. Hè? We hopen dat Rochdale en de Kei gevolgd worden. Nee, maar... dan kan je in Amsterdam een nieuwe of tussen de huidige corporaties een club kiezen die dat goed kan. Ja. En die kunnen daar iemand voor hebben, die ontwikkelt dat. Maar dan hebben we in heel Nederland nog steeds
dat probleem niet opgelost. Ja, nou ja, we proberen het eerst hier even in Amsterdam. Ja. Maar ik vind het een goed, ik vind het heel, dank u wel uit Den Haag, maar ik vind het een heel goed idee, dat wilde ik ook al vragen. Als die beheercorporatie, of het leren beheren, dat is natuurlijk ook nog iets. Of je nou een koopcorporatie of een huurderscorporatie, of dat beheer, dat er een beheerder komt, ook misschien zelfs wel een beheerder die dit hele verhaal beheert, als het ware. Maar in ieder geval dat daar meer hulp voor is. Voor als je een beheerderscorporatie bent, je beheert sowieso je eigen. Hoe doe je dat? Zijn daar ook, Clemens, jij helpt daar ook mensen mee? Van hoe beheer je nou zo'n pand? Of of je het nou van een wooncorporatie hebt, woningbouwcorporatie hebt of van jezelf, dat beheer. Ja, dat beheer. Ja. Ja. Is daar ook, heb je dat? Mag ik daar in even vragen? Ik woon in een complex waarin we dat gewoon geregeld hebben. Aha. En dat geldt voor heel veel VVE's in Amsterdam. Ja. Dus op die manier is het niet zo ingewikkeld. Ik zie niet waarom coöperatieven dat niet zouden kunnen, als VVE's dat wel kunnen. Dus daar ligt dus het probleem. Dat is nou waarvan ik denk, er zijn genoeg van die beheerclubs, die kan je er allemaal voor inhuren. Ja. Daar is al een hele markt in, zullen we zeggen. Oké, dus dat is niet het probleem. Het is vooral inderdaad de weg naar die financiering, de weg naar die banken vinden. Zorgen dat het niet één bank... Het is wel wat je vaker tegenkomt, dat mensen het beeld hebben. Ja, dat zeggen ze dan niet hardop. Ja. Maar mensen met lage inkomens, die kunnen dat eigenlijk niet. Nee. En dat is natuurlijk, dat is eigenlijk heel raar. Maar er zit iets bevoogdends in. Mm-hmm. Terwijl dus al die VVE's, meestal allemaal koop, allemaal geregeld. Ja. Allemaal vormen van, vaak lichte vormen van collectief beheer, die zitten er allemaal in. Dus er zit ook een beeld van, eigenlijk hebben we die sociale voorraad om mensen te helpen die dit soort dingen zelf niet kunnen. Het is, precies. Het is geen hogere wiskunde, het is helemaal niet zo moeilijk. Dat is oefen voor mij geen eigenaar te worden. Als mensen zelf willen beheren, dan moet, of het prettig vinden dat een corporatie het beheert, dan dat mag. Dat er zijn mensen die wel eigenaar willen worden, dus het kan alle twee. Mijn vraag was over de verhuurder aan zelfbeheergroepen. Ja, dat zijn dan de corporaties, hè? Of de verhuurder aan de zelf. Ja, precies. Maar het is voor de. Niet iedereen kan het. Nee, niet al die corporaties van nu kunnen het. Ja. Je zou willen dat in Nederland er corporaties naar voren komen die hier goed in zijn. Ja. En daar zouden jullie wat voor kunnen doen. Ja, nou ja, de corporaties hebben het al moeilijk genoeg in die zin. Maar daar zal ik even Martijn over vragen. Van een voortrekker in die zin, ze doen het al. Dat leren beheren, dat jullie een soort, nou ja, eigenlijk daarin helpen. Waar ik een beetje naar op zoek ben, is een beetje zoals de woningbouwvereniging Gelderland. Zodat zeg maar, een corporatie die als beheerder voor al die coöperatieven optreedt, is wat anders dan een corporatie die zelf het eigendom heeft en die het dan beheert. Die is net andersom. Twee verschillende dingen. Want dat is ook een beetje het AV, wat ook in het actieplan staat. Hè? Ja, dat is de Amsterdamse Wooncoöperatiemaatschappij. De AWM. Dat vond ik zo'n geweldig woord. De AWM. De AWM, ja. Maar dat... Dat, nou ja, dat is, je zou kunnen zeggen, een vehikel waarbij die eigenlijk alle woningen in bezit heeft. Mm-hmm. Maar die bestuurd wordt door de coöperatieven, de corporaties die meedoen en de gemeente. Ja. En die eigenlijk de woningen vervolgens weer leased aan het coöperatief. Dus het coöperatief kan zelf alles beslissen. Ja. Alleen voor de financiering kan het aardig zijn om dat met z'n allen te doen. Ja. En dat kan corporaties over een soort drempelvrees heen helpen. Want dan verkopen ze hun bezit niet aan een initiatief, maar aan die wooncoöperatiemaatschappij, waarin ze zelf ook nog een beetje meebesturen. En hoe ver is dat in de gedachtegang van het actieplan? Dit is meer een idee om te onderzoeken. Ja. Misschien slaat het uiteindelijk nergens op, dan moeten we het niet doen. Maar het kan ook nog helpen. Is het iets, de AWM, jij zit bedenkelijk te kijken, is dat iets waarvan je denkt, dat is een extra laag erbij, of zie je dat wel zitten? Nee, volgens mij bestaat dat idee al een tijdje en hebben verschillende mensen onder verschillende namen dat bedacht. Ja. En het zou best wel heel goed een mogelijkheid zijn voor de koudwatervrees die sommige corporaties hebben om het direct aan de bewoners over te dragen. Feit blijft wel dat je het niet voor de marktprijs kan doen. Dus die discussie over ze verkopen onder de marktwaarde en de autoriteit moet dat goed vinden. Het kan, hè. We hebben het wel geregeld met de beleidsregel die volgens mij verlengd is. Dus het kan wel, maar goed, het kan zeker, en ook voor clubs die zeggen we willen niet dat eigendom, vinden we eng, vinden we ingewikkeld. Ja. Kan het zeker wel een tussenoplossing zijn. Ja. Jij zit te knikken, Sander. Zou dat voor jullie ook gescheeld hebben? Ik denk dat het voor ons niet relevant is. Nee, ik zit veel meer de hele tijd na te denken over de voorfinanciering. Ja, daar zit hem de kneep. Ja, het feit dat die 5000 euro, die hebben wij niet eens gekregen, want we hadden gewonnen. En dan krijg je dit.
En dan, stukje grond. En dan heb je in één keer een stuk land en dan moet je in één keer allemaal mensen gaan betalen, architecten, gedoe. Dat kost ongeveer 3 ton. Dat heb ik helemaal niet. Nee, eigenlijk niet. En die bank, jullie hebben een Duitse bank toch? Ja, die bank die komt pas over de brug als ik palen ga slaan. Dus met name de voorfinanciering? Ja, ja, en dat is echt nog een enorme uitdaging. Daar zit Clemens, de meester Mol. Nou, de provincie Noord-Holland die had een fantastische regeling. Of hebben ze nog. Je kunt daar geloof ik 11.000 euro krijgen als subsidie. En ja. Je kunt zeg maar veel van je architectenkosten kun je voorfinancieren met een goedkope lening. Maar het is onduidelijk of dat blijft bestaan. En zoiets is wel, zo'n regeling is wel noodzakelijk voor de voorfinanciering. Ik heb het niet gezien in het actieplan, hè? Regelingen voor voorfinanciering, of in ieder geval nadenken daarover. Of heb ik daar overheen gelezen? Het staat er niet zo heel letterlijk in. Dat verbaast me nou helemaal. Maar de mogelijkheid wordt opengehouden. maar daar hebben we natuurlijk allemaal helemaal niks aan, Maarten. Dus in die zin. Nee, maar jongens, het is echt een groot. Als Laurens nou deze zin herhaalt, dan heeft iedereen daar heel veel aan. Ja, Laurens. Maar het wordt terecht gezegd, van je moet een aantal belemmeringen wegnemen. En ik vind trouwens dat die banken wat meer enthousiasme, want dat was de andere opmerking die je maakte. Hè, van je moet zorgen dat wat meer banken enthousiast zijn in plaats van alleen maar de Duitse bank. Want je moet niet afhankelijk worden van eentje. Vind ik er ook absoluut heen. Maar nee, ja, we zouden gek zijn als wij gaan zeggen dat we de regeling die de provincie gaat afschaffen, dat wij die wel even overnemen. Want dan schaffen ze hem in ieder geval af. Ja, ik bedoel, zo gek ben ik echt niet. Nee, je bent gek, Henk, niet, dat snap ik ook wel. Maar er blijft dat probleem van die voorfinanciering. Hè? Dat de provincie dat nu niet doet, dat dan gaan we geen dat weten we nog niet. Dus we hopen dat de provincie dat deel in ieder geval doorzet. Want dat is onduidelijk namelijk. Ja. Dus dat hopen we. Dat heb ik in een eerder gesprek ook al met de provincie aangegeven. Ik zou het mooi vinden. Ik had gehoopt dat het in het coalitieakkoord van de provincie kwam staan. Dat stond het niet uiteindelijk. Dat zegt dan nog niks, want er staat niks over. Maar dat zou mooi zijn als dat in ieder geval loopt. Neem niet weg dat wat Tjander zegt veel groter is. Hè. Dat gaat niet om de kleine voorfinanciering. Dat zit in het grote deel van het verhaal. De grote vraag is, wie betaalt de kosten vanaf het moment dat je met een initiatief bent begonnen, totdat daadwerkelijk de financierder over de brug komt? Precies. Dat vraagt eigenlijk, wie doet die lening? Ja. Het liefste heb ik dat de bank al wat eerder inspringt. Hè? Ja. Maar als dat niet zo is, dan is de vraag, wie wil de dan bankier gaan spelen? Ja. Nou, dus dat is een hele relevante vraag, waar een antwoord op moet gegeven worden. Ja. En ga jij nou naar de provincie toe en ga je dat regelen? Ik wou dat ik die macht had. Dat ik bij de provincie gewoon naartoe kon en dan iets kon regelen. Jullie onderkennen dat het nodig is. Interessante is dat wij dus. En daarom, ik zei het net heel volmondig dat het pas dit actieplan nog lang niet af is. Nee, hè? Nee. Dit is een startnotitie waarbij we een ambitie aangeven en een richting aangeven. Ja. Waarbij we zalen als deze nodig hebben. En vooral initiatieven die hier onder andere zitten nodig hebben, om met elkaar vorm te geven hoe we het uiteindelijk op de beste manier kunnen doen. Want als ik ga zeggen, nee, gaat u maar rustig achteroverleunen, schrijft u zich maar allemaal in, de gemeente staat overal garant voor, ja, dan krijgen we niet de beste initiatieven, hè? Dan krijgen we echt niet de beste initiatieven. Er moet wel de mouwen opgestroopt worden en aan de slag gegaan worden. Dus we moeten kijken hoe we met elkaar dat beste product nemen. Maar Maarten, ik wil het even afronden. Maarten, dan wil ik wel inderdaad, die voorfinanciering zei je, dat staat er, hè, dat is nou toch een groot probleem. Dat staat er niet letterlijk in. We gaan met het actieplan aan de slag. Hè. Er is een heel tijdpad is daar aangegeven. En dan ronden we dit stukje even af. Als je dit nou hoort, en je gaat vaker langs zaaltjes, neem jij dit even mee dan? Dit voorfinancieringsverhaal, Maarten. Ik had zelf ook nog de fantasie. Je kan ook de financiering bij de kavel stoppen. Aha. Dus dan gaat de gemeente dus op voorhand onderhandelen met de bank. Mm-hmm. En die zegt, als je deze kavel wint, dan hebben wij een financieringsregeling die je overigens niet verplicht bent om te nemen. Je mag zelf ook iets regelen. Ja. Maar je zou er gebruik van kunnen maken. Okay, ik denk dat een hele aantrekkelijke kavel wordt. Dat lijkt me een hele mooie. Oké, jongens. Nee, ik wil even dit. Sorry, Boudewijn, ik wil even dit deel af. Dan komen straks, kun je straks aan de bar nog even een biertje. Er is hier. Er zijn allerlei initiatieven en mensen die ook mee willen denken en op hoger niveau denken. En er zijn dames die hebben van het Simuleringsfonds voor de Creatieve Industrie. Geld gekregen, een onderzoek gedaan naar wooncorporaties voor ouderen en die willen dat even aan jou overhandigen, Frederike Kuipers. Kom even naar voren. Wat heb je even een applaus voor deze dames. Frederik, vertel even in het kort, heel in het kort, wat de uitkomst van het onderzoek was.
Oh, de uitkomst, nou, die staan in het boekje. Oké, okay, nou, dat is mooi. Maar wij herkenden wel heel veel dingen die in het actieplan staan. Dus daar zijn we op zich heel erg blij mee. Er staan ook nog wel een paar andere aanbevelingen in. Maar goed, wij hebben gewerkt onder andere aan 3 initiatieven in Amsterdam. Ja. Waarvan er hier ook een aantal in de zaal zitten. We hebben hulp gehad van Platform 31, onder andere van Stichting Woon. Ja. En het gaat om 3 tenderlocaties in de stad. En we zijn al sinds 2016 bezig. Nou ja, goed, het zijn ook wel projecten die een lange adem vragen. En nog steeds niet. Alle bouwprojecten hebben een lange adem. Oké, maar ja. Deze locaties, nee, daarvan denken wij van voor ouderen zouden die heel geschikt zijn, zeg maar, om daar ook met een wooncoöperatie te gaan experimenteren eigenlijk. Of om dat eruit te gaan proberen. Voor onszelf was het ook een beetje een vraagstuk. Want daarom dat het ook zit van, ja, hoe financieren we dat voor ons? Want jullie zijn architect ook. Ja, dus voor ons was het ook een nieuwe kennis, zeg maar, die we op hebben gedaan. Nou, we hebben geprobeerd die te bundelen en we dachten van, nou, dit is de avond om, nu we dat klaar hebben, aan jullie aan te bieden. Nou, kijk, nou, maak daar een officieel moment van. De fotografen, camera's. Je mag het aanbieden aan Maarten en aan Laurens. Kijk eens. Ja, Maarten ook, hoor. Ja, zeker. Okay. Kijk, dit is het begin van de academie, volgens mij. Applaus, heel mooi. Ja, daar komt... Hé, ik wil allemaal op de foto, ik ga eruit. Ja, kijk. Bloemenfoto's. Nou, even de heren mogen weer gaan zitten. En een applausje, ze zitten met een boekje. Heel goed, applaus voor deze heer. En dan wil ik nu als een kleine pitch van Gijsbert. Waar is Gijsbert? Daar. Gijsbert, jij hebt een oplossing. Kom maar naar voren, hè? Jij mag pitchen. Kijk, dit is een van de vele mensen die zich opwerpen als een messias. De hulp is hier. Gijsbert, je hebt 5 minuten, hè? Dankjewel. Messias, nou ja, dat is een bescheiden begin, toch? Heb je ook een klikkertje, of niet? Dat is er wel. Dat kan ik als Messias nog niet met mijn hoofd, helaas. Ja. All right. Ja. Dankjewel. All right, nou, mijn naam is Gijsbert. Ik ben mede-initiatiefnemer van We Own This Place. En het doel van We Own This Place is om de wooncoöperatie de komende jaren mainstream te maken. Nou ja, jullie zijn het bewijs dat het iets is wat een wederopstanding vindt. Iets wat groot zou kunnen worden. En de pioniers die laten zien hoe het kan. En dat het kan. Maar tegelijkertijd, ja, we horen het vanavond ook de hele tijd. Het is niet makkelijk. Het kan jaren kosten. En het is misschien wel een parttime baan. En de pioniers die, nou ja, offeren superveel tijd op en, nou ja, die hebben de mogelijkheid om dit neer te zetten, dit fenomeen. Maar er zijn ook heel veel Amsterdammers die gebaat zouden zijn bij, nou, wooncoöperaties, maar niet de luxe hebben om zoveel tijd en moeite te investeren. En ja, als we de komende jaren duizenden woningen in bezit van wooncoöperaties willen krijgen, dan zal het echt makkelijker moeten worden. En dit is onze missie, wooncoöperaties net zo laagdrempelig maken als kopen en huren. Ik moet er een beetje bij lachen, want ja, zo... nee. Dus ja, het klinkt leuk, maar het klopt misschien helemaal niet. Het moet laagdrempeliger worden dan kopen en huren. Nou ja, dat is onze missie in ieder geval. En ja, want die woningmarkt die zit op slot. En daarom willen we heel graag een soort burgerbeweging starten. Een beweging van burgers die het misschien nog niet weten, die niet de pioniers zijn, maar die wel denken dat dit de richting is waar we op moeten. Als je dat denkt, dan kan je je op weowndisplace.nl aanmelden. En zodra er dan in jouw stad iets van start gaat, dan laten we je dat weten. Als er genoeg mensen zijn in jouw stad die interesse hebben, dan organiseren we een meetup. En dan kunnen zowel initiatiefnemers als geïnteresseerden kunnen naar zo'n meetup komen, elkaar ontmoeten, een groep vormen. En vervolgens is ons doel om, nou ja, zo'n groep een succesvol project te laten doen. Oh, daar stonden nog wat andere icoontjes. En nou, wat gaan we dan doen? We zijn op dit moment een open source tool aan het ontwikkelen. En via die tool willen we groepen met deze 3 dingen helpen. We bieden een roadmap met mijlpalen die je stap voor stap kan afvinken. Zodat je weet waar je aan toe bent en wat de volgende stap is. We bieden blueprints. Het zou geweldig zijn om de Amsterdamse wooncoöperatiestandaard bijvoorbeeld als blueprint te bieden. Maar ook voorbeeldcontracten, zodat niet iedereen opnieuw het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.
En we willen heel graag voorbeelden laten zien van hoe bestaande wooncoöperaties problemen hebben opgelost. En tot slot zijn we partnerships aan het aangaan met andere organisaties die samen met ons de wooncoöperatie weer op de kaart willen gaan zetten. En via een online omgeving bieden we die tools aan. En kan je ook in contact komen met die verschillende partners. En een voorbeeld is dat, nou ja, de financiering vanavond ook meer dan genoeg genoemd eigenlijk. Maar dat is een van de kernpunten die we willen oplossen. Om samen met financiers een standaard oplossing te bieden. Een ander voorbeeld is een samenwerking met de New Makers. Een soort standaard bouwpakket waarmee je online je huis in elkaar kan klikken. Hè, waardoor je je woonwensen super concreet kan maken. Maar je ziet ook meteen hoe duur dat is. Dit is dan alleen de binnenkant. dit is niet het complete huis. Maar daardoor zie je ook meteen van oké, is het wel haalbaar wat we van plan zijn? Nou, vind je het leuk? Denk je dat het wat is? Je kunt je aanmelden via de website. Mocht je vragen hebben, dan kan je mij of collega's Harm en Marcel, die hier vanavond ook zijn, aanspreken. Oké, groot applaus voor Gijsbert. Je mag weer gaan zitten. Jullie mogen hem straks heel veel biertjes aanbieden om nog meer te weten. Maar hij is ook live op internet en dat is gratis. Jannie Vinken, kom naar voren. Je bent architect, je hebt een studiereis gemaakt langs allerlei wooncorporaties in Europa. Want nu gaan we naar het inspirationele deel. Waarna we de, toch? Plaatjes, ja. Plaatjes. En met name Zürich, geloof ik. Ja, hè? Ja. Zürich, 25% van de... In Zürich is 25% pak je van de microfoon. 50% van de woningen is in bezit van wooncorporaties. Ja, wooncoöperaties, ja. 25%. Ja, maar ze hebben daar geen woningbouwverenigingen zoals wij die hebben. Hè. Dus dit is het betaalbare woningdeel. Dat scheelt een hoop. Ja, ja. Oké. Okay. Ga je gang. Ja, dankjewel. Applausje voor Jannie. Waar moet ik mee vooruit? Dus hoe werkt dit? De groene moet je even indrukken, ja. Oh. Heb je hem uitgezet? Gijs bedacht. Ja, net de batterij. Kers about de batterij. Maar dat is een nieuwe generatie. Even kijken, hoe gaat hij aan? Zal ik hem weer aanzetten? Ja, heel goed. Sorry. Gewoon uitzetten naar je eigen presentatie. Oh, ja. Dat is ook een manier. Ja. Oké. Okay. Nou ja, dit is even de introductie. Dus ik wil heel graag even wat inspiratie uit Zürich met jullie delen. Want we hebben daar een aantal wooncoöperaties bezocht, met mensen gesproken. En ik vond het zelf heel erg inspirerend. Ik dacht, dat moeten we hier ook echt absoluut hebben. Maar heel even kort van waarom weet ik daar dan zoveel van af? Of nou, zoveel weet ik er niet vanaf, maar waarom weet ik daar überhaupt iets vanaf van die wooncoöperaties? Wil ik toch heel kort heel even iets vertellen over een onderzoeksproject wat we doen. Daar zijn we in 2014 mee gestart, toen het heel slecht ging met de woningmarkt hier en wij als architect ook niet zoveel werk hadden. Zijn we op reis gegaan, we hebben een camper gekocht en we zijn op reis gegaan door Europa met andere architecten gesproken. Op zoek eigenlijk naar waar gaat de woningbouwopgave nou eigenlijk over en waar zouden wij ons als architecten mee bezig moeten houden. En wat kunnen wij ook bijdragen daaraan. We hebben een aantal thema's benoemd waarvan we dachten, daar zouden we toch echt mee aan de slag moeten, lange termijn thema's. Dus dat was eigenlijk de achterliggende gedachte van dat onderzoeksproject. We hebben inmiddels 5 reizen gemaakt naar verschillende plekken in Europa. Voor de coöperaties zijn we dus naar Zürich geweest, onlangs, dus in maart van dit jaar. Maar daarvoor ook naar Scandinavië, naar Frankrijk, naar Duitsland. Wat we doen is, we gaan met allerlei mensen praten, dus met onze vakgenoten, dus architecten, maar ook met mensen van gemeentes, met bewoners, met opdrachtgevers, ontwikkelaars, woningbouwverenigingen. Wat speelt hier, wat houdt jullie bezig en hoe gaan jullie om met de vragen die er op het gebied van woningbouw spelen? We schrijven dan heel veel artikelen over en houden lezingen en dat soort dingen. En we werken ook aan een soort catalogus van nieuwe European housing prototypes, noemen wij dat dan. En de wooncoöperatie en zeker de Zürichse variant daarvan is zeker een hele interessante die daar ook echt in thuis hoort. Dus dat heel even over waarom weet ik daar iets vanaf van die wooncoöperaties. En dan even iets over Zürich. We zijn daar dus in afgelopen maart zijn we daar geweest. Hebben we met een aantal Genossenschaften, want zo heet de wooncoöperatie dus in Zürich, gesproken. Het is daar eigenlijk al een heel lang bestaand fenomeen. Hè. Dus toen wij hier in het begin van de vorige eeuw de woningbouwverenigingen werden opgericht, toen ontstonden in Zwitserland de Genossenschaften. En het was daar ook eigenlijk het antwoord op het maken van betaalbare huisvesting voor de arbeidersklasse. Inmiddels is het in Zürich 25% van de woningmarkt.
En zeg maar het grote verschil, want eigenlijk kun je het voor een heel groot deel vergelijken met de woningbouwverenigingen, behalve dan dat de huurders ook aandeelhouders zijn en dus huren tegen kostprijs en ook zeggenschap hebben in de ontwikkeling en het beheer. En er zijn wel verschillende soorten woninggenossenschaften. Er zijn dus genossenschaften die meer lijken op onze woningbouwverenigingen. Maar er zijn er ook een aantal, en daar wil ik vooral iets over vertellen, die veel verder gaan in hoe ze denken over wonen in de stad. Er zijn eigenlijk vier thema's die ik zelf heel erg interessant vind, die we daar gezien hebben. Die denk ik ook heel erg inspirerend zijn voor hoe die vertaalslag hier gemaakt zou kunnen worden naar het meer opschalen van het hele fenomeen wooncoöperaties. De schaal van een project en de manier van organisatie en zeggenschap, de locaties en innovatie. Ik vertel zo meteen daar nog even iets meer over. Ik wil even drie hele inspirerende genossenschaften eruit lichten, die we hebben gesproken. Dat zijn allemaal jonge genossenschaften. Dus Kraftwerk is opgericht in 1997 en Kookbreite en Meer als Wonen in 2007. Kraftwerk heeft al een aantal projecten gerealiseerd en Kookbreite en Meer als Wonen zijn met hun tweede project bezig, nu met de realisatie daarvan. En zij zijn, eigenlijk hebben ze allemaal als insteek dat wonen meer is als alleen, dat een project, een wooncoöperatie, meer moet zijn dan alleen wonen. En Meer als Wonen heeft dat zelfs zeg maar, tot naam verheven, maar dat geldt ook wel voor de andere coöperaties. Het zijn niet zulke hele grote coöperaties, hè, dus ze hebben iets van rond de 1000, 2000 leden. Maar ze realiseren dus wel redelijk grote projecten. En die projecten zijn dus ook heel erg inclusief. Alles is erin opgelost, zou je kunnen zeggen. Als eerste Kalkbreite. Dat is een heel erg bijzonder project. In alle opzichten. Het is bijzonder omdat het een hele mooie oplossing is voor een hele ingewikkelde plek in de stad. Het ligt binnen in de binnenstad van Zürich, of in ieder geval in het centraal deel van Zürich, op een plek waar heel lang niet gebouwd kon worden, omdat het paal tegen de spoorlijn aan ligt en er een grote tramremise lag. Het is ook een heel mooi project, omdat het eigenlijk heel veel dingen oplost. Hè. Dus het is een inclusief project, er wonen allerlei verschillende soorten mensen. Er zijn heel veel verschillende prijsniveaus binnen dat project gerealiseerd. Er zijn ook heel veel niet-woonfuncties in opgelost. En heel veel voorzieningen ook voor de buurt. Het bijzondere is dus bijvoorbeeld dat de tramremise gewoon in het plan is gebleven. Dus die is niet verplaatst, maar ze hebben daar gewoon overheen gebouwd. En daardoor is er ook heel veel ruimte die niet bewoonbaar is, waar ook niet woonfuncties dus ingemaakt moesten worden. Dus deze genossenschaft heeft ook 40% van het programma wat ze hebben gerealiseerd, bestaat dus uit niet wonen. En dat beheren ze dus op dit moment ook nog steeds. En dat zijn heel veel functies die ook dus werkgelegenheid bieden in de buurt. Die ook bijdragen aan culturele aanbod in de buurt. Heel veel cafés, maar ook werkruimtes, voorzieningen. Wat ook bijzonder is aan het project, er wonen 250 bewoners. Dus het is een redelijk groot project in 97 woningen. En die woningen variëren dus in grootte van 1 tot 9,5 kamer. Dus het zijn heel veel verschillende soorten woningen. Dus individuele woningen, maar ook dus heel veel woongemeenschappen, zoals ze dat daar noemen. En dan is er ook nog een soort overkoepelende woongemeenschap van individuele woningen die ook nog weer iets met elkaar delen. Dus er zijn heel veel vormen van collectiviteit in het project. Dan zijn er ook nog 9 woonjokers. Hè, dus dan kun je als een soort ruimte die je er even voor een half jaar bij kunt huren als je bijvoorbeeld tijdelijk je oma wilt of je moeder in huis wilt nemen of een neefje wat komt studeren of iets dergelijks. En ook in dit project wordt dus gehuurd tegen kostprijs. En in al die projecten die we gezien hebben zit dus ook een basis van circa 10% extra betaalbare woningen die ze verplicht zijn te maken. De gemeente Zürich die heeft eigenlijk, ja, zoals de gemeente Amsterdam nu ook bezig is, het hele beleid al heel lang uitgedacht over hoe. Wat willen we bereiken met die wooncoöperatie? Wat vinden we belangrijk en welke speelregels geven we mee? En zo'n verhaal over het aantal, over de prijsniveaus, maar ook over de oppervlakte per bewoner bijvoorbeeld. Hè, daar heeft de gemeente dus allemaal speelregels voor opgesteld. Die worden meegenomen in die projecten. In Kalkbreite zit ook een heel groot plein midden in het blok. Wat met een hele grote poort bereikbaar is van buitenaf. Wat ook weer door buurtbewoners wordt gebruikt. Ook collectieve ruimtes die dus. Waar mensen dus niet voor betalen, die zit gewoon in de huurprijs, kunnen ook weer door buurtbewoners worden gebruikt of door mensen die werken in de ruimtes in het gebouw.
Dat heb ik net eigenlijk al verteld. Nou, dus Kalkbreid is in dat opzicht wel echt een heel erg bijzonder project. Dat ligt heel centraal. Twiki Zuid is een project van de Genossenschaft Kraftwerk. Ook een heel bijzonder project. Het is nog een stapje groter dan Kalkbreid. Hè. Kalkbreid is dus 250 bewoners. Hier wonen, ik geloof iets van 400 bewoners. Dus het is een heel groot project. Ze hebben het ook niet alleen gedaan, samen met nog een paar andere partijen ontwikkeld. Wat bijzonder hier is dat het ook weer echt een gemeenschap is door de schaal die het project heeft gekregen. En dat is ook wel nodig, want het is een plek die ligt niet heel erg centraal in de stad. Een moeilijke plek met heel veel infrastructuur. Die aan alle kanten de locatie inklemt, als het ware. En wat ik zelf heel erg interessant vind van deze locatie is dat er heel erg sterk ingezet is op allerlei nieuwe woonvormen. De architecten hebben daar ook wel een aandeel in gehad, want ze hebben een plan gemaakt met een soort dunne schijfbebouwing aan de randen. En dat is dus vanwege die geluidbelasting die aan alle kanten nogal heftig is. Met hele grote blokken middenin. En dat zijn eigenlijk allebei nogal ongangbare woongebouwtypen. Maar dat heeft wel weer ook geleid tot allerlei bijzondere nieuwe woningtypes. Waar we ook allemaal mensen gesproken hebben die daarin wonen. En die daar eigenlijk heel erg enthousiast over zijn. Nou, even een beetje een beeld van. Het is best wel een heftig plan. Dit is nog een foto van helemaal in het begin, dus het is nu een stukje groener. Maar het is enorm hoge dichtheid. En dat is dan weer een trigger geweest, zeg maar, om een heel hoog voorzieningenniveau en een hele hoge mate van collectiviteit te kunnen organiseren. De huren laag te houden. Maar dat vroeg natuurlijk ook om inventiviteit in woonvormen. Een van de interessante woningen is bijvoorbeeld een gewoon gemeenschap met 14 eenheden. Dus het is een vrij grote woongroep rondom een dakpatio. Die zit dan in een van die dikke gebouwen in het midden. En dit is ook een hele interessante, vond ik zelf, de brugwoning. Daar hebben ook mensen gesproken die daarin wonen. Het is eigenlijk een soort woongroep met weer woonsatellieten. Dus in de woongroep, in het bovenste deel, woont een woongroep. In die woongroep zitten vooral jonge mensen. Maar er zijn ook een aantal kleinere studio's weer aangekoppeld. Die zijn via die brug dus verbonden met de woongroep. En in die studio's wonen wat meer mensen met kinderen. Ook een aantal alleenstaanden met kinderen die het dan heel fijn vinden dat ze onderdeel uitmaken van zo'n woongemeenschap, maar toch een beetje afstand hebben. Hele grappige vondsten gedaan daar. Het laatste voorbeeld, dat is dus van de Genossenschaft Meer als Wonen. Dat is eigenlijk wel een interessante organisatie, want dat is een genossenschaft die is opgericht door een aantal al wat oudere genossenschaften die toen dat hele concept volgens mij al 100 jaar bestond of zoiets dergelijks. Ze dachten van nou, we moeten met de toekomst mee en we moeten nadenken over de toekomst van de genossenschaft. Dus we richten een nieuwe genossenschaft samen op en die noemen we Meer als Wonen, omdat de gedachte was, het gaat om meer dan alleen het wonen. Hè? Dus er komt veel meer bij kijken. En ze hebben dat vertaald in een experimentele wijk, het Hunziker Areaal. Dat ligt ook niet zo heel centraal in Zürich. En ook daarom weer een vrij grote schaal. Hè. Dit zijn ook 1000 inwoners in dat hele wijkje ongeveer. Dus het is een vrij grote schaal project. En ook daardoor was het hier weer mogelijk om heel veel te doen. Hè. Dus de gemeenschappelijke voorzieningen, maar ook het aantal, de horeca, commerciële voorzieningen, de combinatie met kinderopvang en dat soort dingen. Dat hebben ze dus allemaal op de schaal van dat buurtje kunnen regelen. Want in de omgeving was eigenlijk ook niet zo heel erg veel. En wat ik zelf heel erg interessant vond van dit project is, zeg maar, de manier waarop ze dat hele top-down en bottom-up proces hebben weten te stroomlijnen. Hè. Dus die genossenschaft heeft heel veel geïnvesteerd in het maken van de gemeenschap. Maar zij zijn natuurlijk niet de gemeenschap, zij zijn de organisatie. De bewoners maken de gemeenschap, maar ze hebben wel heel veel sturing gegeven aan het proces van gemeenschapsvorming. En er zijn ook andere dingen interessant aan dit plan, maar daar ga ik dan nu even niet al te veel op in. En ze hebben bijvoorbeeld op verschillende plekken in het proces hebben ze dat gedaan. Bijvoorbeeld die eco-ruimen, noemen ze dat dan. Dat zijn zeg maar soort workshops die ze in het planvormingsproces hebben georganiseerd.
Dus mensen die geïnteresseerd waren om in die buurt te gaan wonen of deel te worden van dat project, konden op allerlei manieren meedenken op een hoog abstractieniveau over ja, wat willen we met zo'n buurt, wat vinden we belangrijk, hoe denken we over duurzaamheid, wat vinden we belangrijk in de woning, wat vinden we belangrijk in de woonomgeving. Al die aspecten, dus dat gaat dan nog niet over je eigen woning, maar het gaat echt over je buurt waar je woont. Dat hebben ze meegenomen in de programma's van Eisen voor de gebouwen en ook voor de stedenbouwkundig plan. Vervolgens hebben ze op een moment zeg maar, dat er duidelijk werd, er waren een aantal gebouwen waar ook gemeenschappelijke woonvormen in gerealiseerd zouden worden. Hebben ze ook het hele groepsvormingsproces van de woongroepen mogelijk gemaakt en aangestuurd. Want er waren heel veel mensen geïnteresseerd in zo'n vorm van gemeenschappelijk wonen, maar niet iedereen was al een groep. En dat gaat ook natuurlijk niet zomaar dat je even op een avond zegt van nou, zullen wij dan samen een leuke groep vormen en bij elkaar gaan wonen. Dus ze hebben gezegd, we pakken gewoon een aantal maanden, trekken daarvoor uit voor het maken van woongroepen. Dus mensen kunnen kennis met elkaar maken en kijken met wie kan ik het wel vinden, met wie kan ik het niet vinden. En zo hebben ze die woongroepen ja, geholpen zeg maar, zich te vormen. En in de beheersfase, dus toen het project af was, hebben ze ook weer allerlei dingen gedaan om die gemeenschapsvorming of de gemeenschapsvoortzetting eigenlijk te faciliteren. Onder andere dus de kwartiersgroepen. De kwartiersgroepen zijn weer initiatief uit de buurt van mensen die samen iets willen gaan doen. Weet ik veel, yogales of een zaaltje nodig hebben of iets met tuinen willen doen. Die kunnen dan een plan indienen bij de solidariteitskas waar iedereen wat geld aan betaalt. En als ze dan wat nodig hebben, dan kan daar iets uit betaald worden. Dus op die manier, mensen doen het zelf, maar ze worden daar wel bij geholpen door de organisatie. En dus om af te sluiten, denk ik 4 punten die echt interessant zijn om ook mee te nemen in het actieplan of in de uitwerking van het actieplan. De schaal, ik denk dat het echt interessant is om ook na te denken over iets grotere schaalprojecten, omdat daar meer dingen door mogelijk worden. En ook de organisatie en zeggenschap, hè, als je het wil opschalen, het hele fenomeen van de wooncoöperaties, dan denk ik dat er ook echt wel wat professionele... Microfoon iets dichterbij je. Oh, ja. Sorry. Ja, dus wil je dat opschalen, dit fenomeen van de wooncoöperatie, dan denk ik dat er echt ook wel professionals... Nodig zijn om om daarbij te helpen. En dat er daar ook heel veel ideeën leven en kennis is die gebruikt kan worden. En ook de top-down sturing wel een rol zou moeten hebben. Locaties, nou, dat is al eerder ook aangegeven. Ik denk dat je dit ook echt moet doen op plekken die daar baat bij hebben. En er zijn natuurlijk heel veel plekken die in de stad aan te wijzen die of heel lastig zijn of die echt wel een soort impuls kunnen gebruiken van dynamiek van bewoners die daar zich voor in willen zetten. En ik denk dat het ook ruimte zou moeten bieden aan nieuwe innovatieve woonvormen. Dankjewel. Applaus voor Jannie Vink. En jij bent ook straks aan de bar bereikbaar, ja, middels een biertje, ja, om even verder te praten, ja, hierover. Ontzettend interessant. Ik geloof dat daar heel veel dingen bij zitten die wij ook al doen, hè, voor de buurten. Dat het goed is voor de buurt in de ontwikkelbuurten. Grotere schaal, dat is helaas met onze ruimte ietsjes lastiger, maar het moet kunnen. Ik heb in de volgende uitzending van het programma in AT5 heb ik iemand die een wooncorporatie in Wijk aan Zee wil beginnen. Die wil het hele dorp gewoon opkopen, dat het hele dorp gerevitaliseerd wordt. Dus daar kan het wel, daar is plaats genoeg. Maar in ieder geval voor die gemeenschapszin en voor die innovatieve woonvormen is dat heel goed. Dan ga ik over verder praten met Niels Jongerius en Bart Gering. Niels, ga zitten en Bart ook. We gaan even napraten en dan gaan we napraten aan de bar. Dus eerst zonder bier en nu... eerst zonder bier en daarna met bier. Pak een microfoon. Bart, jij bent van Samenwerking, een van de oudste wooncorporaties van Nederland, denk ik wel. Ja, 1908. Zeker van Amsterdam. Ja. Zeker van Amsterdam. Kent iemand Samenwerking? Kennen we het allemaal of moeten we het nog gaan uitleggen? Bart, leg even heel kort uit. Ja. Hoeveel woningen hebben jullie en voor wie? Samenwerking, 110 jaar geleden opgericht om toen de middeninkomens, wat's nieuw, te bedienen. Met name destijds ambtenaren. We hebben bij elkaar zo'n 1000 woningen, waarvan we ook nog eens 200 woningen aan een andere vereniging vuren, namelijk het Nieuwe Huis. Bekend van het mooie pand aan het Roelof Hartplein. Al 110 jaar dus een hele actieve en goed werkende vereniging, coöperatie. Hammeliehof. Je ziet wat beelden, ja, van die prachtige wingerd, ook monumentaal. Al onze panden zijn rijksmonumenten.
De huren die zijn tussen de 700 en de 1100 euro, waarvan we nog steeds 200 sociale huurwoningen hebben. En wat je net bij Zurich zag, dat doen wij al 110 jaar. Namelijk, we hebben een eigen dienstencentrum, eigen ontmoetingscentrum, helemaal door vrijwilligers gerund. We hebben tuingroepen, we hebben zelfs een eigen seniorenmakelaar die oudere bewoners bezoekt om te kijken of het goed met ze gaat. Kortom, een hele actieve en enthousiaste vereniging tot op de dag van vandaag. Nou, dat is een goed praatje. Ja, deze man is gewoon... Ja. Maar ik zal het geheim verklappen, Bart doet dit al langer. Bart is echt een vastgoedmanager van beroep ook, hè? Nou. Ja, zo kan ik ook. Want Niels Jongerius, jij, gefeliciteerd met je tender, jongen. Ja, dankjewel. Er zitten heel veel jaloerse mensen in de zaal. Die ook wie hebben meegetenderd met de Archimedes plafond? Ja, balen. Ja, maar ga gewoon door. We gaan gewoon door. Want jullie hebben gewonnen. Waarom in godsnaam? Waarom denk je? Nou, niet alleen ik inderdaad. We heten De Nieuwe Main. Zoek het allemaal eventjes op internet. Als je zo meteen aan de bar staat en niemand te spreken krijgt die je leuk vindt. We komen we zijn ook in die zin niet helemaal nieuw. Want we hebben een beetje, zeg maar, organisatorisch onze ouders uit de kraakbeweging. Kraakbeweging natuurlijk die lange tijd actief is geweest in deze stad om huizen betaalbaar te krijgen en te houden. Dus je bent de zoon van een kraker, ben jij? In die zin niet. Ik heb zelf wel gekraakt. Maar als organisatie, ja, de Nieuwe Meent, zijn we erg op weg geholpen door Soweto. En die hebben veel ervaring. Zoals organisaties misschien al 100, 105 jaar bestaan, zo helpen oudere organisaties ook jonkies als de Nieuwe Meent op weg met hulp en advies. Wat vond jij inspirerend aan het verhaal van Jannie van Zurich? Had jij dingen waarvan je dacht, eye-opener? Nou, een aantal dingen. Eye-opener in die zin misschien niet, omdat wij natuurlijk ook al anderhalf jaar lang bezig zijn. En dan lees je ook nog wel eens een boek en lees je wat online en kijk je over de grens. Maar wat ik denk dat bij de Nieuwe Meent ook wel klopt met die ideeën uit Zurich. Naast dat het ons gebouw ook heel mooi wordt en ik zag heel veel mooie architectuur, dat vind ik ook wel belangrijk, dat we mooie dingen bouwen. Ja. Betaalbaar. Mm-hmm. Het is bij ons echt belangrijk, ongeveer een derde wordt sociale huur. We willen deze stad betaalbaar houden. De rest van het pand, ongeveer de helft, drie kwart, worden woongroepen. Vijf verdiepingen woongroepen. Nou, kijk, hier een schets gemaakt door onze fantastische architecten. Dat blauwe deel, dat zijn woongroepen. En nou, dat is dus dat innovatieve wonen dat net al werd benoemd. En wie is de architect en hoe heb je dat betaald? Laten we zo zeggen, we hebben drie architecten. Die zijn al anderhalf jaar vrijwillig bezig om iedere zondag met ons samen zich over deze plannen te buigen. Zijn onderdeel van jullie groep? Zijn onderdeel van onze groep. Dus zorg dat je een architect in je groep hebt. En een projectontwikkelaar. En we hebben net vorige week inderdaad een contract met ze getekend. Dus gefeliciteerd architect, jullie gaan betaald worden. Ze gaan betaald worden eigenlijk. Dus dat is wel een van de geheimen, denk ik. Toch nou, niet? We hebben professionals in je groep. Kijk, we hebben veel expertise in onze groep. Ja. Maar Bart, is dat bij jullie ook zo geweest? Dat er professionals in die groep zaten? Helemaal in het begin, die architecten? In het begin wel, want je moet je voorstellen, het is ooit opgericht door een blanke gemeenteambtenaar. Ja. En al die jaren heen, omdat we ook groter zijn, hebben we altijd een professioneel bureau kunnen hebben. Die ook een aantal zaken waar zeg maar de leden en bestuur en ledenraad zich niet mee bezig willen houden, kan overnemen. Precies. Onderhoud, financiën, dat soort zaken meer. Maar het begon met die schaal al, hè? Wat begon groot, dus daardoor konden die professionals betalen. Jullie hebben ze erbij gehaald als in de groep, hè? Dus erbij getrokken. Ja. Is dat een van de dingen waar ook wat ook een geheim is van het succes van een goede wooncorporatie, dat je echt professionals hebt die... Ja, want wat belangrijk is, hè, dat zie je ook aan de nieuwe groepen, dat projectontwikkeling is een vak, financiering zoeken is een vak, dat moet je allemaal leren. Ja. Als je kijkt naar samenwerken, we hebben die expertise natuurlijk in 100 jaar opgebouwd, dat maakt het allemaal een stuk eenvoudiger, waardoor je ook veel meer ruimte krijgt voor de leuke dingen. Namelijk met elkaar leuke dingen doen, de tuin onderhouden, wat ik net zei, een dienstcentrum oprichten, zodat al die minder leuke dingen worden door professionals gedaan, waardoor de vereniging ook groeit en bloeit. En groeit en bloeit, want hoe staat jullie financiële plaatje ervoor? Nou, dat is eigenlijk wel goed, hè? Zeker op de korte termijn. Want ondanks dat wij geen hoge huren vragen, zeker niet voor die plek, gaat het financieel goed. Alleen op de lange termijn, we hebben oud bezit, hebben wij ook een duurzaamheidsvraagstuk. Ja, wij zijn een van de eerste geweest die zonnepanelen op dak hebben gelegd. Ja. Die liggen er al. Maar wij moeten ook onze woning isoleren. We moeten nadenken over hoe gaan we de warmte doen. Ja. En met oud bezit is dat uitermate kostbaar. Dus daar kijken we wel een beetje met zorg naar uit. En zouden jullie elkaar daarin kunnen inspireren? Want jullie beginnen natuurlijk duurzaam. Is dat iets waar... Wat kun jij leren van Bart en wat kan Bart leren van jou? Wat zou je van de samenwerking willen weten? Of? Nou, ik wil heel graag weten hoe je als
als een huis voor 100 jaar bouwt in die zin. Zeg maar, veel huizen worden nu gebouwd met een relatief korte omlooptijd en dan straks weer gesloopt. Want de markt lost het wel op en die prijzen stijgen de pan uit. Dat gaan wij niet doen. Natuurlijk wordt er ook duurzaam gewoond. Maar hoe maak je het duurzaam? En dat duurzame niet alleen voor de stenen en het hout, want we gaan in hout bouwen. Maar vooral voor die gemeenschap. Want dat mooie wat jullie vertellen over, we kijken naar elkaar om. We organiseren meer dan alleen een huis. We organiseren een gemeenschap. Dat willen wij ook doen. Ja, en wat is daar het geheim van? Nou, het geheim is natuurlijk dat je en wat grootschaliger bent. Hè, dus je kunt in die zin. En je moet financieel goed naar de toekomst kijken. Ja. Want uiteindelijk, er wordt wel gezegd, je mag geen winst maken. Maar je moet juist winst maken om ervoor te zorgen ten bate van je eigen vereniging. Zodat je op lange termijn ook je onderhoud kan betalen, je verduurzaamheid. Dus dat enthousiasme wat je hebt in het begin, moet je later omzetten naar dat beheer. En dat is best lastig. Ja, dat is die overgang naar het beheer. Want dan is het bijna niet leuk meer. Hè? Dan heb je al die feestjes gehad en alle gezellige blikjes bier zijn op. We hebben net ons eerste feestje gehad. Jullie mogen nog. Maar Bart, wat je zegt, die omslag daar, dat is belangrijk. Want dan wordt het professioneel werken, denk ik. Hè? Ja. Ja. En dan zie je ook dat als je dat goed organiseert, en we hebben natuurlijk de schaal om dat te doen, dan ontstaat er heel veel ruimte voor allerlei andere dingen. En als je kijkt naar ons bezit, het is natuurlijk prachtig bezit, maar ook alle mensen die met elkaar samenleven, daar op elkaar letten, dat kun je dan aandacht aan besteden. Wat dat betreft is dus wat Jannie zei, die schaal, dat zie jij ook, hè, dat samenwerking dan meer kan doen. Dus wat dat betreft is dat ook weer, denk ik, inspirerend voor. Hey, want jullie hebben nu een clubje van, hoeveel? Nou, we gaan bouwen voor ongeveer 50 mensen hopelijk. 50? Oh, 50. Ja. Op ons feestje 2 weken geleden waren al 80 mensen. Dus die gemeenschap potentieel is er al. We worden beide in die gemeenschap gelukkig ook geholpen door mensen die er niet per se willen wonen. Iedereen mag lid worden? Ja, we hebben het relatief open gehouden de afgelopen anderhalf jaar. Dus we zijn met een relatief kleine kernteam begonnen. Iedere zondag bij elkaar en dan raak je enthousiast, blijf je enthousiast. En dan zeggen mensen, goh, kan ik meedoen? Ja. En dan zeg je, ja, tuurlijk, kom zondag langs. Gaan we samen werken. Ja. En voor je het weet wordt dat groepje groter en groter. Dus er zijn nu tussen de 200 en 300 mensen die ons volgen. Dus die ons een nieuwsbrief krijgen, die een keertje langs zijn geweest. Die op onze buurtbarbecue zijn geweest. En dat zijn de volgers. Maar als je lid wordt, dan ga je inleggen, neem ik aan. Nee. We willen het betaalbaar houden, dus dat gaat niet om inleg. Nee, maar het is geen lidmaatschap. We zijn een ledenorganisatie. Mm-hmm. En uiteindelijk worden de leden straks de mensen die er gaan wonen. Maar we weten nu nog niet wie er gaat wonen straks. Nee. Want met een woongroep is het ook zo. Dan kan je wel als individu zeg maar aankloppen en zeggen ik wil een woning. Maar dan hebben er nog 4, 5, 6 anderen waar je straks mee woont ook wel iets over te zeggen. Dus het is nog niet duidelijk van de mensen die nu formeel op papier lid zijn of ze er straks kunnen wonen. En of ze met elkaar willen wonen. Als hier interesse is bij mensen om bijvoorbeeld in een woongroep te wonen, denk daar even met mensen over na en kom naar ons toe. Want we zijn nog op zoek naar woongroepen. Woongroepen meldt u bij Niels. Dus dat is echt de woongroep. Dat is waar ik altijd een beetje kribbelig van word. Eén keer in de week samen douchen en voor dus de rest. Krijg een beetje gemengd afdouchen, hè, net als bij korfbal. Ja, nee, dat krijg ik ook altijd een beetje kribbelig. Maar samenwerking is wat anders. Hè? Want doordat ik begon met over wooncorporaties eerste programma te maken en dan dit te modereren, dacht ik, je hoeft niet per se met elkaar onder de douche. Hè? Dus het is ook dat je gewoon een gemeenschappelijke gang hebt of dat je als een soort VWE bij elkaar zit, zo is het bij samenwerken toch ook een beetje. Nou, iedereen heeft natuurlijk een eigen woning, hè? Ja. Het is gewoon een gewone Amsterdamse woning. Ja, want jullie gemeenschappelijke restaurant is er niet meer. Hè? Nee, dat is er niet, maar wel de tuin, ons dienstencentrum. Ja. En je komt elkaar op straat tegen en je kent elkaar. Dus ik zeg altijd, het is een dorp in een stad met de goede kant van het dorp. Een klein beetje de minder goede kanten, want er wordt een beetje geroddeld, maar dat hoort er ook bij. Ja. En dat maakt dat het toch wel een hele mooie gemeenschap is. Ik heb wel het gevoel, maar je mag me corrigeren, dat het wel heel erg professioneel geworden is. Hè? Jullie zijn bijna een soort woningbouwcorporatie in die zin. En het is gesloten. Hè? Je kan geen lid meer worden. Nou, dat kan niet. Hè? Want het probleem is een beetje, als je zulk mooi bezit hebt tegen deze prijs, wil iedereen daar wonen. Ja. Dus de wachtlijst is al bijna 25 jaar gesloten. De wachttijd helaas ook 20 jaar als je lid bent. Holy en soms shit. Langer. En dat heeft een beetje te maken, daar waar het schaars wordt, ontstaan rijen, zeg ik altijd maar. En dan wordt het ook moeilijk, die discussie is een beetje ook in de krant geweest, van wie mag er dan lid worden en wie heeft dan recht op een woning. Ja. En die vrijheid van vereniging die we hoog hebben, die staat dan wat op gespannen voet van, ja, mag iedereen er dan wonen? Ja. Nou, dat is een thema wat ook voor nieuwe wooncoöperaties natuurlijk heel, heel belangrijk is, want het is een coöperatie wat Maarten van Poelgeest ook zegt. Ja. Het tweede punt is van die gemeenschappelijkheid. Ja.
Want zijn het ook, hoe zit het bij jullie? Zijn het ook dat de kinderen van die van de mensen die er wonen automatisch in dat huis mogen? Of is Nee, dat is een misverstand. Ah. Het is niet zo. Nee, de discussie was natuurlijk, mogen alleen kinderen lid worden van leden? Ja. Nou, dat kon tot voor kort wel. Er is een discussie in de vereniging die nog niet is afgerond, omdat daar de meningen over verschillend zijn. Het rommelt nog een beetje. Het rommelt nog, maar het is nooit zo dat je zegt je huis erft. Nee, maar maak je daar geen zorgen over. Nee, maar zo het werkt is wel, het niet. Het is wel een hele, voor de buitenwereld, hè, voor mijn begrip was het wel heel professioneel geworden. Nou, vond ik het wel. Het beheer is professioneel. Ja. Maar de vereniging zelf is nog zo levendig als 100 jaar geleden. Precies. En het belangrijke is, jongens, wat ook heel belangrijk is, als volgens mij het doel van deze wooncorporatie, is dat het duurzaam betaalbaar blijft. Dit zal nooit in handen vallen. Dat is misschien een belangrijk te merken. De meeste mensen die bij ons wonen, zijn mensen die niet kunnen kopen en niet in de sociale huur terecht kunnen komen. Veel professionals, ZZP's, dat soort mensen woont bij ons. Ja. En daar is het ook echt voor bedoeld. Ja, daar is het voor bedoeld. Even terug naar de jonge nieuwelingen. Hoe zit het met jullie met de voorfinanciering? Hoe gaat het daarmee? Nou ja, wij hebben ook een Duitse bank gevonden. Dat is toewallig ook die coöperatieve bank waar zoveel naar verwezen is. Ik ga ze volgende keer uitnodigen. Hey, en we worden ook gewoon lid van die bank, want zo werkt zo'n coöperatieve bank. Ja. De lening die we doen, daarvan wordt 1% wordt omgezet in aandelen van die bank. Dus we worden democratisch lid. Krijg je democratische zeggenschap over die bank. Dat is heel tof, want wij zijn een coöperatie. Hoe heet die bank precies? GLS. GLS. Maar dat is niet een oplossing voor iedereen. En ik denk ook wel dat er een opdracht aan de stad ligt. Oké, je hebt een missie. Ik hoor hem. Gaan we zeggen. Wat is de opdracht aan de stad? Hij zit er nog. Hey, Laurens. Hi. Ik ben Niels. We kennen elkaar. Maar jij wil ons naar die commerciële banken toejagen. En die commerciële banken een beetje naar ons toejagen. Ik denk dat niet gaat werken. Ik bedoel, wij bouwen sociale huizen. We bouwen duurzame huizen. We gaan van het gas af. Het wordt allemaal super energiezuinig. En dan gaan we bij de ABN AMRO Bank een lening vragen. Ik bedoel, dat is een bank die de fossiele industrie nog helpt. Dat werkt natuurlijk niet. We moeten gewoon hier in Amsterdam een eigen bank hebben die voorfinanciert. En dan, als we het eenmaal in beheer hebben, dan kunnen we dat terugbetalen. Dus dat is, de gemeente Amsterdam moet dat risico op zich nemen. Dat doen ze bijvoorbeeld ook met mensen met een kleine beurs, sociale verzekeringbank. Dus de gemeente is al onderdeel van een bank, van meerdere. De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft ook een bank. Heel veel in het buitenland gebeurt dat al. We zien heel veel gemeentes buiten Nederland die gewoon een eigen coöperatieve of een leenbank hebben voor dit soort initiatieven. Als Amsterdam de ambitie heeft om 500 woningen per jaar voor ons te gaan bouwen, dan moeten ze dat ook helpen financieren. En dat kan met die eigen bank. Nou, Laurens. Ja. Wilt u eerst, denk er even over. Er is een hele aardige dame die hier iets heel slims op gaat zeggen. Die gaat Laurens redden. Nou nee, maar ik heb de Triodosbank nog niet horen noemen. Dat heb ik me over verbaasd eigenlijk. De Triodosbank? Nee, vergeet het. Dat mag u aan de Triodosbank vragen dan. Ja. Okay, maar ik ga niet namens banken, spreken hier. Ja, Bart. Misschien een aardige anekdote. De eerste voorzitter van samenwerking was ook de directeur van de gemeente Giro. Yes. Misschien moeten we zoiets weer opnieuw oprichten. Nou, ja. Volgens mij kunnen we vanavond zaken doen. Nou, ik ben benieuwd. Maar misschien moet je gewoon even aan je buurman vragen of die wat wil lenen. Want jullie hebben een vermogen van 500 miljoen. Ja. Nee, dat is gewoon misverstand. Ik heb wel de behoefte dat even uit de wereld te helpen. Want we hebben net gezegd dat de waarde van je vastgoed niet is de boswaarde, maar wat de bewoner daarvoor over heeft. Zo doen we dat bij samenwerking en dat is onze waarde. Zelfs dan zou je best initiatieven kunnen helpen met gunstige leningen. Nou, heel goed zijn. Wij kunnen dat niks zou in uitlenen. De geest van samenwerking zijn. We hebben gewoon geen geld om uit te lenen. Dat zit in de stenen. Nee, zij kunnen vreemd vermogen aantrekken. Nee, wij hebben hetzelfde geprobeerd. Wij konden een pand kopen van een woningcorporatie. Ja. Toen zijn we ook de markt opgegaan. Wij dachten, vertel. Hoe moeilijk kan het zijn? Ja, met dat geld. We hebben om geld te lenen om dat te kopen. Ja. Alle grote banken in Nederland zeggen nee. Dus zelfs als wij langskomen met ons fantastische vermogen. Dan hebben we wel een probleem. En dan moeten we dus iets precies, aan we hebben dus gewoon een probleem wat we hier gemeenschappelijk moeten oplossen. Nou is het woord aan Evans. Ja, helemaal eens. Moet je gemeenschappelijk oplossen. We zijn eerder met landelijk al bezig geweest, ook met meerdere gemeenten, meerdere partijen, om te kijken welke banken wel geïnteresseerd zijn en of ze wat willen.
En tot nu toe valt me dat heel erg tegen wat ze willen. Maar als hier het voorstel is om de banken te collectiviseren, ik ben het daar heel erg mee eens. Oké, dat wordt één grote. Dit wordt een communistisch manifest als we niet oppassen. Perfect. Boudewijn, alles. Kort, hè? Kort. Heel kort. Het is gewoon heel simpel. Kijk gewoon naar Wibaud en Kepler. He, van, je haalt het gewoon uit de erfpacht en je zorgt gewoon dat de duurdere huizen meebetalen aan de goedkope huizen. En dat de twee wethouders, waar zijn we nou? Ja, nou precies. Dat waren, die deed je dat. Ja, Kepler en Wibaud. Ja, top. Nee, maar kijk even jongens. Volgens mij is wat we, wij zeggen als Amsterdam, we willen al ontiegelijk graag hierin van het een en ander doen. Maar we zeggen wel, wij zijn één stad. Ja. En we willen het in het hele land laten bruisen. Dus we proberen ook zoveel mogelijk met het Rijk erin op te trekken. Het wethoudersocialisme wat vaak geroemd wordt, ik hou er wel van. Maar het tegenwoordige stelsel aan alle kanten van alles en nog wat, ook voor de leningen en garantie die gemeente aangaan, worden behoorlijk aan banden gelegd. Dus dit is iets wat we op nationale schaal met elkaar moeten oplossen. Ik vind het vooral aangeven, het probleem wat we hebben met de niet zo bereidheid van de banken om daadwerkelijk te doen waarvoor ze in het leven geroepen zijn. Namelijk bankieren en zorgen dat er innovatieve ideeën ook gewoon tot stand kunnen komen. Maar Laurens, dan wil ik wel even naar het Rijk gaan of de banken daarover aanspreken. Dat vind ik net iets te makkelijk. Kun je nou niet nog iets meer doen? Gewoon creatief denken van hiermee kan ik ze helpen, hiermee kan ik nog iets. Dus al is het maar 5000 euro per voorfinanciering. Maar dat is te makkelijk. Daar gaan we de oorlog niet mee winnen. Maar dat vind ik dan weer te makkelijk. Kijk, dat vind ik dan weer te makkelijk. Ik doe, maar daarom zit ik niet in de politiek. Dus het gaat hier niet om kleingeld. Het gaat hier om daadwerkelijk investeringen. En het is bizar dat allemaal pensioenfondsen wel mogen zeggen wat ze met mijn pensioengeld gaan doen. Ik spaar pensioen. En dan mogen kennelijk allemaal marktpartijen mogen daar iets over bepalen. Ja. Terwijl er nergens op een collectieve manier iets gefinancierd wordt. Ja, nou, we hoorden net Maarten van Poelgen schaf al toe. Hè, van, we zijn ook aan het kijken wat we in Amsterdam daar wel een schakel voor tussen kunnen doen. Ja. Ik denk alleen als we dit om de echte essentie hebben, is zelfs de schaal van Amsterdam te klein om hoe je dit uiteindelijk wil aanpakken. Omdat ook in Amsterdam gewoon zich gebonden is aan dat je begroting uiteindelijk helemaal kloppend moet zijn. Dat je niet zomaar ondernemer mag gaan spelen. En laten we ook eerlijk zijn, Amsterdam is ook niet altijd de beste. Nee, maar we kunnen wel inspirerend zijn en we kunnen wel het voorbeeld geven. Ik begrijp jou wel. En ik begrijp Maarten ook dat er een faciliterende tussenstap moet komen om te helpen met de financiering. Alle begrip voor dat het lastig is. Ja. En ik denk ook dat we landelijk een probleem hebben. Maar Amsterdam is wel tot nu toe nog de grootste stad van Nederland. Dus als je daar het voortouw in wil nemen en wil zeggen tegen de Vereniging Nederlandse Gemeenten van hey, er ligt hier een kans. Wij gaan bouwen, maar we kunnen het. Die financiering die komt hier moeilijk van de grond. Laten we dat gewoon gezamenlijk doen. En daarnaast, die grondprijs, waar je wel inderdaad gewoon korting op kan geven, die is voor de betaalbaarheid die we nodig vinden, die is best wel aan de hoge kant. Dus daar kan ook nog wel gewoon naar gekeken worden hoe dat helpt. Oké, nou nu moet je rustig aandoen. Hè? Nee, maar grondprijzen lager. Nou, er zitten hier allemaal enthousiaste mensen. Ik hoop dat voor hun straks makkelijker wordt dan voor ons. Zeker. Ik heb hier nog iemand die wat slims gaat zeggen. Wacht even. Niet zomaar wat gaan zeggen. Oh, sorry. Hier, gaat u wat slims zeggen waarschijnlijk wel. U ziet er wel uit. Ja, zo. Nou, Maarten had het net over de Amsterdamse Wooncorporatie Maatschappij. Zeg ik dat goed? De AWM. Als ze die kavels nou daarin stoppen, dan kun je dat prima financieren. Ja. Regelen we dat toch zo, Maarten? Stoppen we die kavels in die AWM? Ja, dat zou kunnen, maar... Ja, dat valt een kwartje. Nee, dat zou zeker kunnen. Kijk, er is één ingewikkeldheid nog afgezien van de vraag of het verstandig is. Maar de gemeente die op grote schaal de leningen gaat uitgeven, krijgt de autoriteit financiële markten achter zich aan. En daar zijn de initiatieven in de zaal ook dus niet zo snel mee geholpen. Ja. Misschien dus nog het is handiger om een soort vehikel te creëren. Die daarin kan helpen. Dat zou die AWM kunnen zijn. Ja, misschien we zijn nog aan het denken, jongens. We gaan geen oplossingen vinden. Even vraag aan de wethouder. Want we hebben ook gebeld met de Bank Nederlandse Gemeente en de Waterschapsbank, waar alle corporaties in Nederland lenen. Die zeggen, ja, we willen wel, maar dan moeten de gemeente ook wat gaan doen. Ja. Dus is dat niet de oplossing? En wat moet de gemeente dan doen? Steun ondervangen, risico? Ja, een soort contract met ons afsluiten, dat dan mogelijk wordt. Wat zei je, Niels? Ja, het gaat hier om politieke wil. Kijk, het is nieuw en de gemeente Amsterdam laat hier gewoon zien, we hebben ambitie, we willen dit van de grond trekken. En dan, als het nieuw is, hebben we ook gehoord, dan zijn er mensen met koudwatervrees.
Maar laten dus we proberen dat die deur gewoon open blijft. En de gemeente die kan daar die deur openzetten. En wat hadden ze nodig, Bart? Ze hadden een soort wij moeten een soort achtervang van verbinding met de gemeente aangaan. En als dat er is, hè, want ook zorginstellingen kunnen daar kennelijk lenen. Ik weet het niet precies, maar ik neem aan dat de kennis daarvan bij de gemeente zit. Zijn die gesprekken gaande ook? Nou, niet specifiek hierover, maar dat zou best interessant zijn. Ik zou dan wel als wedervraag stellen, maar goed, het is meer denk ik aan Laurens. Wie gaan er dan in die woningen wonen die jullie gaan bouwen? Zijn dat al die mensen die op de lijst staan? Of staat het open voor iedereen? Dat zou ik dan wel willen weten. Ik snap dat je dat wil weten, ja. Ja. Nou, geef ze maar antwoord. Maar dat moet ik aan de leden van samenwerking vragen. Ja, dan moet je even terugkoppelen naar. Ik vind dus wel, ik ben er erg voor dat de gemeente belemmeringen wegneemt, het faciliteert en dergelijke. Maar daarmee stopt zij dus ook maatschappelijke inspanning, maatschappelijk kapitaal in dit soort vehikels. En dan moet dus ook een maatschappelijke prestatie tegenover staan. En ik vind dus dat je die vraag, je snapt het ook, maar ik vind ook dat je hem moet stellen. En dat daar ook een heel goed antwoord op moet komen, anders gaat dat feestje niet door. En dat, zeg maar, als we dan naar het voorbeeld van Zürich kijken, wat nu niet ter sprake is gekomen, maar de gemixtheid van woningen die je aanbiedt. Ik bedoel, we zijn een hele gemengde stad. Maar je kunt er donder op zeggen dat de eerste jaren de meeste coöperatieven die van start gaan, voornamelijk bestaan uit wittere, hoogopgeleidere mensen. En we moeten er gewoon voor zorgen, inderdaad, dat als er maatschappelijk kapitaal beschikbaar wordt gesteld, dat ook de gehele maatschappij mee kan doen. Dus dat ook in Zuidoost, ook in Nieuw-West en Noord, dat het laagdrempeliger wordt. En dan mag je inderdaad tegenprestaties vragen. En ik denk dat het ook een opdracht is, zeg maar, voor ons als coöperatieve gemeenschap, om te zorgen dat we die mensen mee gaan nemen. Want Clemens, daar heb jij ook ideeën voor over, toch? Dat inclusief maken, van dat het voor iedereen beschikbaar wordt. Nou, zeker. En op het moment dat we de kennis. Kijk, heel veel. We hebben nu een zaal van mensen die enthousiast voor de wooncoöperatie zijn. Dat is mooi. Maar ik geef jullie allemaal huiswerk mee. Ja. dat is namelijk, maak een ander enthousiast. We moeten voor een deel de buurten in. Sorry voor de. Ga even staan. Ja. We moeten voor een deel. Maar dan sluit ik daar straks heel mooi mee aan en af. Wat gaan we doen? We gaan gewoon de buurten in. En we gaan daar het verhaal van de wooncoöperatie vertellen. En kijk, op het moment dat je. Je weet nu hoe het werkt. En op het moment dat jullie de tijd nemen om iemand anders te vertellen van, kijk, ik heb een leuk idee, de wooncoöperatie, doe je met me mee, dan maak je massa. Dan weet je mensen te trekken en dan kun je ook in de buurt mensen ervoor enthousiast krijgen. Je weet waar de voorbeelden zijn. Je hebt een architect, die kan je alle voorbeelden uit Zürich laten zien. Maar ook in Haarlem bijvoorbeeld is er een. En in Haarlem. En in Haarlem is een hele oude goeie. In Boekel zijn ze net gisteren. In Boekel? Begonnen met bouwen. Ja. Dus ik bedoel, het is al een landelijke beweging. En ik zou zeggen, laat het gewoon zien. Enthousiasmeer mensen. En dan zul je zien dat in Amsterdam echt gedragen wordt door veel meer mensen. En dan gaat het gewoon wat worden. Dat iedereen enthousiast moet. Lager, hoger, alles opgeleid. Dat is een prachtig, prachtig mooie missie. En dat, ik denk ook dat zo gaat werken. Wat jij ook heel goed zegt. En degene die in Wijk aan Zee dit gaat beginnen. Omdat dorpen ook. Er is ook een vitaal dorpbeweging die in dorpen wooncorporaties gaan opzitten. Er zijn energiecorporaties, zorgcorporaties. Volgens mij wordt het tijd. Hè, is de trend daar om coöperaties te beginnen. We hebben daar wel ontzettend veel hulp bij nodig. Daar is Clemens voor. Hier op het Pakhuis de Zwijger gaan we ook heel veel nog verder praten over wooncoöperaties. En het platform wooncoöperaties zit er ook. Daar kunnen we allemaal terecht. Er zijn zoveel plekken waar je terecht komt. Maar hier, ook in Pakhuis, gaan we de komende jaar, geloof ik, hè jongens. Komende vanaf. Nou, gaan we ook aan de slag over echt de onderwerpen, de concrete onderwerpen. Dus dan kun je echt concreet meer kennis met elkaar delen. Er zijn ongelooflijk veel wegen. We willen allemaal naar het Rome toe, waar het allemaal ook één grote fantastische wooncorporatie was toen het misging. Tot misging. Nou. Maar nee hoor, we gaan geen Rome worden. We gaan een prachtig Amsterdam worden, wat er al in potentie zit. Jongens, zet je plannen door. Inspireer elkaar. En dat gaat vooral heel erg goed met een goudgele schuimende rakker beneden aan de bar. Heel veel plezier met elkaar en ga het doen. Applausje voor jezelf.